nothing can bring him back anymore but at least maybe someone else gonna be saved from these beasts maybe it's gonna help someone else De beelden over het politiegeweld tegen de Slovaak Jozef Govanets zinderen na en herinneren we ons aan de dood van Jonathan Jacob tien jaar geleden. Ja, vader Jan Jacob is straks onze gast. Wies welkom bij een nieuw seizoen van de Zevende Dag. En kijk, de zomer heeft politiek blijkbaar raad gebracht. Er staat zowaar een nieuwe regering in de steigers. Ik denk dat de burgers eigenlijk verwachten dat de politiek toch weer de zaken echt in handen gaat nemen en leiding gaat nemen in dit land. Het immobilisme. En niets beslissen. En geen setting. Maakt de bevolking ook moedeloos. Doet elk vertrouwen in de politiek teloorgaan. Dat eigenlijk niks meer kan vooruitgaan in ons land. Maar dat is iets wat we nu willen doorbreken. Door die onderhandelingen vanaf volgende week aan te vatten met die uh, zeven partijen. Hier bij ons Conor Rousseau, co-preformateur, de jongste ooit van het land en voorzitter van SPA. En wat verderop, u gaat eerst meeluisteren en dan gaan we ook met u spreken. Bart De Wever, voorzitter van NVA. Meneer Rousseau, toch wel even, jullie hebben het heel lang heel goed met elkaar gedaan. Dat is uiteindelijk wel niet gelukt, maar is daarvan iets blijven hangen tussen jullie beiden persoonlijk? Goedemorgen. Ja, mijn doel was van dag één een regering vormen. Hè? Een oplossing vinden om uit die crisis te geraken. De politieke crisis voor corona en dan na corona ook uit die coronacrisis te geraken. En daarvoor hebben we altijd gezegd: voor ons stelt de inhoud. Die samenstelling is van minder groot belang. En dus ja, wij hebben altijd een paar schoenen voorkeur gehad, absoluut. Maar op bepaalde momenten moet je met iedereen praten. En hebben wij ook uh, een heel lange periode met zijn, De Wever gesproken. En zijn we gebleven ondanks het feit dat dit niet gelukt is? Ik denk niet dat we ooit maticus geweest zijn. Ik denk ook niet dat we dat ooit gaan worden. Maar we moet wel respect hebben voor elkaar. We hebben met respect met elkaar samengewerkt. Uh, we hebben nu een coalitie die van samen meer onze voorkeur heeft we gaan ook aan werken aan een coalitie die qua inhoud ook veel meer onze voorkeur heeft. U had eigenlijk wel een hoge pet op, hè? van Conor Rousseau, dat herinner ik mij nog, de voorbije maanden. Is die pet gebleven? Ik dacht dat ik eerst moest luisteren. Ja, ik heb respect u u voor de rol die hij als partijvoorzitter speelt. Ik denk dat hij dat met grote maturiteit gedaan heeft. Ik denk niet dat Paarsgroen de voorkeur was, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar goed, die in, in functie van mij niet, maar die van anderen ook niet, denk ik. Maar in functie van de uitkomst van een verhaal wordt natuurlijk nu geschiedenis herschreven. Dat weet ik. We gaan eerst eens luisteren en kijken wat de mensen ervan uh, denken. Want uh, de afgelopen maanden zijn er veel pogingen geweest en bij velen is er nu vooral opluchting dat toch iets lijkt te zullen lukken. En Lonne van Erp die trok naar Antwerpen om eens uw gedachten te horen. No way. Fucking regering. No way. Ik kan niemand meer vertrouwen. Eerlijk gezegd, ik vind het een beetje beschamend, de situatie in België. Ja, een ramp, hè. Een catastrofe. Als kan mijn mening, eigenlijk. Nu snel een regering, eigenlijk. Dat we weten waarom en vooraf. Het spelletje heeft lang genoeg geduurd, hè. Ja, ik ben blij dat er iets gebeurt, dat wel. En ik heb vandaag gelezen dat Vlaamijk minder, een minderheid kan zijn. Ik vind dat niet goed. Het begint allemaal wat meer naar de Waalse kant op te gaan dan de Vlaamse kant. Hè. En tenslotte, we zijn de kiezers en er wordt gewoon hier nog geluisterd. Hè. Als ze echt wat met hun volk inzaten, dan moesten ze doen als like een goede huisvader. Dat wil zeggen, zorgen voor hun mensen. Het eigen volk, luisteren naar de mensen. Ik vind de belangrijkste zaken zijn de armoede. De werkloosheid en de zorgsector. Alles rond gezondheid, heel ja. graag. Klimaat, klimaat. Herstelbeleid na corona en sowieso ook um, krachtige klimaatdoelen. Het moet gedaan worden ook. Als je het beloven, dan zeggen het, moet het ook gebeuren. Er gaan altijd mensen tevreden en ontevreden zijn. Dus ik denk dat we nu gewoon een beslissing gaan moeten nemen. Want zo in de grijze zone blijven, dat is dat denk ik nergens goed voor. Ja, dat is de mening van het volk. En na 15 maanden is er inderdaad een project, eindelijk, en vinden veel de Vivaldi-coalitie. Misschien <coughs> toch eerst even bekijken dat iedereen goed mee is na al die verschillende pogingen intussen. Vivaldi betekent socialisten, liberalen en groenen samen met de CDV. betekent een ruime meerderheid in de Kamer, maar wel een Vlaamse minderheid. Conor Rousseau, moeten we het nu Vivaldi noemen of Avanti? Van mij moeder kiezen. Voorkeurs, oh, ja. um, vooruit waarschijnlijk. Laat, het maar, uh, laat ons het maar Vivaldi noemen, dat is de naam die al het langst meegaat. Maar als anderen dan in een andere naam willen, willen kleven, dan zal ik daar wel snel mee meegaan. Dat is het belangrijkste niet. Ik ben toch wel bescheiden enthousiast dat we na zoveel maanden van stilstand, u hoort de mensen toch wel zeggen: beschamend dat de politiek zo lang ja. heeft getalmd. Een grijze zone. En Mensen weten wel waar het nu over moet gaan: hè. over die gezondheidstoestellingen, ja. om het land terug uit die crisis te trekken na corona, herstelbeleid, om aan het klimaat iets ja. te doen, om ook aan veiligheid iets te doen, zeker in Antwerpen. Laat ons, daar, laat ons daar met mij een krachtdadige regering over iets aan doen. Ja, maar je voelt natuurlijk doen. bij veel mensen inderdaad wel zoiets van het is vooral goed dat er nu iets is. Is dat niet natuurlijk, ja, we zijn vooral al blij tegenwoordig na 15 maanden dat er überhaupt een project is voor veel mensen. Kan het bijna niet meer schelen wie met wie het gaat gaan doen. Ja, dat krijg je natuurlijk als een politiek zo lang zichzelf niet kan overstijgen. En ik denk dat dit nu een project zou moeten zijn waarbij dat we, dat we de partijen zichzelf toch kunnen overstijgen, maar vooral een aantal goede dingen kunnen doen. En... Uh, ja, ik denk dat de mensen het wel opgenoemd hebben waar ze van wakker liggen. Die gezondheidszorg, die veiligheid. Uh, er staan heel wat jobs op de helling ook. Hè. Dus ik wil heel veel discussies voeren over naam, over, over, over cijfers, over samenstelling. De belangrijkste discussie die ik de komende week zou willen voeren met meneer Lachaert is toch wel wat we in die regering gaan doen en hoe we die jobs gaan redden. Hoe we ervoor gaan zorgen dat die economie zich herstelt. Dat we opnieuw investeren en zorgen dat er rendement is voor die mensen die het land hebben draaien gehouden. Waarom is het eigenlijk mislukt met meneer De Wever? Want daar stonden toch dezelfde punten in die nota hè? ook namelijk. Pensioenen, werkloosheid, aanpakken, dat is gezondheidszorg. Well, men zal mij nooit kunnen kwalijk nemen dat de NVA niet mee aan boord is geweest. We hebben op een bepaald moment gedacht stabiliteit in dit land is belangrijk. Maar waar Ook is voor gezien mislukt? Well, omdat je voor een meerderheid een meerderheid moet halen. En voor dat project was geen meerderheid. En dan kan je blijven staan in de hoek en zeggen van oh, dit is goed, maar er is geen meerderheid voor. Je moet altijd op zoek naar een meerderheid. Dat hebben wij met SPA vanaf dag één gedaan. Zoeken naar een meerderheid, constructief zijn. Was het zijn om een menselijk probleem een... of een ideologisch probleem, denkt u? Well, ik denk dat er de. Laatste, uh, hoe lang zitten we zonder de regering, denk ik, 15 twee jaar Afhankelijk ja, ja, ja. van, van hoe je rekent. Hoe je rekent, pakt ja. nu twee jaar, dat er allerlei problemen zijn geweest. We hebben genoeg problemen gehad in de politiek. Het voordeel is nu dat er op zijn minst zicht is dat die onderhandelingen vandaag, morgen, heel snel op de rails kunnen gaan staan om eindelijk opnieuw vooruit te maar kunnen. Maar persoonlijk, kunnen met land. u bent wel kwaad geweest op meneer Laggaard dat die uh, meneer Boucher de MR niet heeft laten vallen, hè? Wat de vraag was van Paul Magnet en Bart Wever. Ik, ik heb heel de zomer eigenlijk onthouden van commentaar op de formatie, omdat ik denk dat dat, dat goed was geweest om iedereen achter de schermen te laten, te laten werken. Ik ben altijd kwaad geweest op mensen die, die zaken hebben willen doen mislukken. En niet specifiek op meneer Lachaert, maar heel de rit Vond ik het echt frustrerend als iemand die nieuw kwam in de politiek. Maar, maar, te maar vertrouwt, veel dan op, energie... vertrouwt u erop dat meneer Lachaert dit project echt wil, la wil laten lukken? Daar vertrouw ik op. Ja, ik denk goede afspraken maken, goede koopreformateurs. We hebben ook een aantal zaken afgesproken voor de komende week. De methode, het proces, noem maar op. En uh, ik denk dat er, uh, that there's no way back. Ja. We ja. kunnen echt niet Is meer dat terug. Zo? Want bij cdnv voorzitter Joachim Koens in de ochtend, gisteren hoorde ik toch, die zei ja, het is nog geen run race zoals in het Engels zegt, het is nog geen gelopen strijd. We gaan nu praten en we gaan wel zien. Die was veel terughoudender. Dat viel wel hard op. Iedereen staat in en is verantwoordelijk voor zijn eigen communicatie. Natuurlijk, CD&V is het misschien ook het moeilijkst in de hele verhaal. En ik heb heel wat uh, begrip en, en respect voor de situatie wanneer meneer Koens, die zich trouwens om te zeggen, ja. ook wel heel de rit zeer constructief heeft opgesteld de laatste maanden, uh, waarin die persoon zich bevindt. Alleen hebben er er de vrijdag eh, eergisteren wel zeven partijen het engagement gegeven ja. en gezegd we hebben vertrouwen genoeg maar, om dit project op de rails te zetten. Maar het viel op dat u het paars groen noemt, terwijl Koen zegt uitdrukkelijk dit mag niet paars groen zijn. Oh nee, ik heb gezegd, Vivaldi, avanti, ja. hoe je het, hoe het wil noemen. Het hij zegt pintennaam. ik zit erin op dat het zeker niet paars groen zou worden. Maar laat iedereen maar zijn eigen uitleg geven aan het verhaal. Het belangrijkste is dat er een verhaal geschreven wordt en het belangrijkste voor mij is dat er een goede inhoud in dat verhaal zit en dat we de mensen opnieuw recht in de ogen kunnen kijken. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. We zitten wel in crisis, hè. de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En dus dan zouden we de mensen terug in de ogen kunnen kijken en zeggen van wij geven om jullie bezorgdheden en wij gaan daar keihard mee aan de slag. Het verhaal, het project, dat blijft u benadrukken, maar we weten intussen allemaal dat het vrijdagochtend blijkbaar echt wel om de posjes is gegaan. Met name om wie premier wil, kan worden, niet mag worden, Magnet Boucher. Wel, het, het, vooral natuurlijk op een bepaald moment moet er wel iemand die ploeg gaan leiden. Er moet iemand aan het hoofd van dat project staan. En uh, we hebben nu gekozen voor, voor uh, meneer Lachaert en, en mezelf, omdat van die twee personen er eigenlijk niemand uh, verdacht wordt. Uh, een, uh, verdacht vooraf, wordt. Er, uh, niemand ook ambitie heeft, vooral duidelijkheid, uh, op een voorafname voor het premierschap. Ja. En dus ik vind het wel heel belangrijk dat we nu toch wel die eerste dagen, die eerste week nu, we krijgen, hè, we hebben nog vijf dagen, om toch wel eerst een aantal inhoudelijke... Knopen te ontwarren om daarna voilà. te kunnen zeggen. Maar gaat u nu niet vooral op zoek naar die formateur en dus die toekomstige premier? Gaat dat u hang... het niet vooral over de figuren gaan Nee, van ik, ik mag hopen. Ik mag hopen met elke vezel in mijn lijf van niet. Ik mag hopen dat we toch die hele oh, puzzel kunnen leggen. Misschien zal het wel zo zijn. Ja, maar uiteraard, uiteraard, ik zou liegen moesten ik anders uiteraard zal er deze week gesproken worden over wie premier moet worden. We hebben van de koning een opdracht gekregen om een formateur aan te stellen vrijdag. En dus vrijdag moet het duidelijk zijn wie die ploeg zal trekken. En, en maar vooral welk project die zal ja. trekken. En daarom moet er ook maar over het project toch even goed, toch even gesproken figuur, worden. Toch nog even de figuur van de premier. Er is er wel één die heel uitdrukkelijk de vinger heeft opgestoken. Hè?

bijna nog nooit iemand, Michel, de iemand uit de grootste familie gekomen is. Die, uh, of iemand die niet uit de grootste ja. familie kwam in de regering. Dat is dus, Magnet. dus Dat is uh, meneer Magnet dan. Charles maar... Michel was dat ook. en Men heeft dat toen net gedaan, omdat er een Franstalige minderheid voilà. was, om in dat landsgedeelte toch een beetje hm. vertrouwen te krijgen. Maar als, maar als uh, de premier... In het verlengde licht van het project waar we mee bezig zijn, als een premier gedragen wordt in de landselen en door die meerderheid, dan zal dat de premier worden. Persoonlijk, wij bij SPA geen voorkeur, geen veto's. De normale, uh, de normale situatie zou zijn dat iemand uit de grootste familie uh, premier wordt, maar voor ons is heel wat En Ik uh, begrijp wat u heeft. zei, hij, maar kan dat ook geen zij zijn? Ah, absoluut, absoluut. Dat zou ik denken dat de SPA. Dat vraag zo hebben. Het mag absoluut een vrouw zijn. Dus mevrouw Wilmès mag aan zet blijven? Uh, dat zal een deel van de besprekingen zijn deze week. Het zou niet zo slim zijn om daar te veel uitspraken over te doen. Op en, en, nog, en nog iets over het project ook. Hè. Volgens wat gepubliceerd is, was bij de vorige onderhandeling er uh, afgesproken dat de minimumpensioenen naar 1500 euro zou gaan, dat er flink wat geld in de gezondheidszorg zou gestoken worden. Dat zijn nu dingen waar meneer Lagard... Niet zo warm vermogenswinstbelasting? Ja, en er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. En dus dat zal deel van de besprekingen zijn. Ook uh, deze zomer was er nog niet over alles een akkoord. Gaat u dat nog klikt, afgeven? Want u kon wel een vermogenswinstbelasting krijgen. Dan moet u straks eens aan meneer De Weer vragen of dat er ook uh, zou gekomen zijn. Uh, wat als is een nuttige discussie, maar het is niet meer van, niet meer van tel nu. Hè. Wat wel van tel is, is hoe we die komende dagen gaan zorgen dat we met iedereen's gevoeligheden rekening houden, maar ook okay. dat wij namens SPA die, nog gezondheid, die gezondheidszorg, uh, die strijd tegen armoede, betere lonen en betere pensioenen, maar ook een krachtdadig veiligheidsbeleid, zodat ook die Vlaming zich opnieuw veilig voelt in zijn eigen land. Uh, dat dat wel ook belangrijk is voor ons. En absoluut, we gaan met elkaars gevoeligheden moeten rekening houden, maar eerlijke fiscaliteit is voor ons ook een zeer gevoelig punt. Praktisch vrijdag. Gaan jullie beiden naar de koning, dan zou er eigenlijk een formateur moeten zijn. Die heeft dan nog een dag of vier, vijf, dacht ik, tot 17 september om een regering te maken. Lukt dat? Uh, dat zou moeten lukken. En ik denk, uh, als men 17 september echt bezig is, uh, dan zal er niemand uh, allez, Er moet zicht zijn op, uh, op de eindmeet. Maar laten we hopen dat we 17 september halen. Dat is alles sinds het plan. En dit moet lukken, of anders is er geen alternatief dan verkiezingen? Ik, ik vrees van wel. Ja, u heeft gehoord, de, kiezer, de mensen zijn toch wel heel die politieke stilstand beu. Ik denk dat men uh, nu met argus kijkt wat er gaat gebeuren. Maar als het een goed akkoord is, kunnen we opnieuw het vertrouwen van die kiezer winnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar we kunnen de kiezer ook niet meer langer voor de zot houden. Als er 17 september geen zicht is op een oplossing, dan moet je terug gaan naar de kiezer. Oké, okay, dat is helder. Dankjewel. Conor Rousseau. De partij die de meeste stemmen heeft gekregen, die zit uiteindelijk niet mee in die regering. NVA heeft ook een beetje zijn kans bekeken. Hè? Ze hebben die in begin ook een beetje verkeerd aangepakt. Ja, ergens wel begrapen, maar die vervalde, daar heb ik toch mijn gedachten over. Hè? Ik weet niet of we er goed gaan uitkomen uit deze situatie. De Wever die heeft zijn kans gehad hè, om hier premier te worden. Hij wou het niet. Nu dat het moeilijk gaat, wil hij uh, een ene keer wel. Maar ja, het is te laat. Hè? Hij is aan de kant geschoven. Dus. Hij moet naar zijn volk luisteren. Hè? Ja, meneer De Wever, goedemorgen. Bedankt ook om aan te schuiven. Ja, aan de kant geschoven of kans verkeken? Aan de kant geschoven, denk ik. Hè. Ik heb het eens nagekeken hoeveel landen er in Europa zijn waar de grootste partij aan de kant wordt geschoven. Ja? Dat zijn er wel enkele: Letland, Estland, Roemenië en Luxemburg. Je was wel aan zet. De twee grootste partijen, dat is nergens in Europa. En als ik een kijkersvraag mag lanceren, is er ergens in de democratische wereld een land waar de twee grootste partijen van dat land. Opzij worden geschoven. Het heeft lang geduurd, maar die lange duur is een onderdeel van het politiek spel geworden in dit land. Men laat het zo lang duren tot de mensen de kiesuitslag vergeten maar zijn. Hij was toch en vervolgens zet. wordt hij op zijn kop gezet. Ik kan niet zeggen dat ik ben aan de kant geschoven U was aan zet en u hebt zelf ook laten weten dat ja, dit project heeft geen kans op slagen u had het wel in handen op een bepaald je moment. Je bent met twee, hè, met de PS. Waar ging het dan niet Een me grote die deal die sociaal-economisch evenwichtig was, want dat is dat ook een serieuze belastingsverlaging voor ondernemend Vlaanderen, die het perspectief opent op institutionele hervormingen, een strenger migratiebeleid, kerncentrales blijven open. Dat is een mooi pakket, dat durf ik verdedigen aan de Vlamingen. De PS gaat ermee akkoord. Maar natuurlijk, als de liberalen je torpederen, zeer actief torpederen, dat heeft meneer Lachart wel gedaan. Van de eerste dag dat ik hem kennis heb gegeven, wat staat er in die tekst, is hij onmiddellijk naar de pers beginnen lopen om te zeggen, dus communisme, waarom? Dat is schandalig. Het klikt toch goed? In het begin denk het ik lagen. uit een soort naïviteit uh, om zijn onderhandelingspositie te versterken. Maar ik denk dat hij zich door meneer Boucher ook wat heeft laten misleiden. Die heeft gezegd, we zullen een tegenhanger schrijven. Maar daardoor waren wij getorpedeerd, want meneer Majet met wie ik het moest doen. Die had natuurlijk de zekerheid dat als het mislukte, dat het voor hem nog beter zou worden. Met name paars-groen, waarin hij misschien geen vervelende institutionele vorming moet nemen, geen belastingsverlaging moet nemen en alles kan krijgen wat hij wenst. Dus ik zat daar met een preformateur die natuurlijk niet fanatiek was om het te laten lukken. Kan ik hem zelfs niet kwalijk nemen? Als je dan een liberale partij krijgt die dat spel van meneer Boucher meespeelt, en die ook nog eens een tegenbubbel maakt, die achter onze rug met de groenen gaat onderhandelen, wekenlang achter onze rug en ons daarover beliegt. Maar dat is ook openheid. Ja, op een gegeven moment, moment zegt uw collega... Toen de drie koningen aanzet waren, heeft ook meneer Rousseau niet juist, achter de rug. Ik heb altijd openheid van zaken gegeven. Ik heb nooit iemand belogen. Ik heb aan die Arizona-boys onmiddellijk gezegd. Ik heb contact genomen met meneer Elmayet. Die is op 11 juli bij mij geweest. Trouwens, het was hun bedoeling ook de peest terug te betrekken. Dus er was geen bedrog aan. Onze bedoeling was paarsgeel maken, niet paarsgroen. De VLD heeft in december voor paarsgroen gekozen. Om Gwendoline Rutte premier te maken. Dat mocht blijkbaar niet van de partij. Nu is het voor meneer De Croo dat ze rijden, nu mag dat blijkbaar wel. En men heeft ons getorpedeerd. Maar hebt u, en ja, hebt u... als meneer Majet dan zegt ja. ik stop ermee, ja. kan ik hem niet tegenhouden op het moment dat ik hier op de zaak of het in de, is de studio. hier die je zegt heeft, ik stop ermee. Het is natuurlijk, niet geweest. Hij wou al veel vroeger stoppen. Het, natuurlijk dus je dus hem... bent eigenlijk bedrogen door Magneto? Nee, 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 natuurlijk niet. Ja, ik kan aan Franstaligen en Links niet verwijten dat dat Franstaligen en Links maar... is. En als we nu een regering krijgen waar Franstaligen en Links dominant is, want tot 2024 zal Vlaanderen twaalf jaar worden bestuurd zonder meerderheid. Twaalf jaar. Hè. Dus wij doen 83% van de export, wij betalen 70% van de belastingen, betalen miljarden aan transfers en als merci... Worden we in ons eigen land in de minderheid gesteld op het moment dat we de zwaarste economische crisis te lijf moeten gaan? Worden de grootste partijen, wat nergens in de wereld gebeurt, aan de kant geschoven en krijgen we nog eens maar, een Franstalig linksgedomineerde ja, regering? Even mag, u zegt, en hè, de dat bevolking is... wordt muruw gemaakt. Ja, He, je hoort dat, mensen dus zijn al blij dat er iets is. Het is getorpeteerd door de anderen. Maar laten we eens een citaat bijhalen van u het VTM Nieuws, 31 juli. Het is niet dat ik meneer Boucher niet vertrouw. Ik vertrouw hem 100 procent om het te doen mislukken. Dat is ook torpederen toch, meneer De, de Toen lag het schip eigenlijk al op de grond. Hè? Want toen hadden we eigenlijk al de communicatie van de VLD wekenlang dat het communisme was. Toen hadden we de tegennota al gekregen. Ik ben eens benieuwd als we die tegennota nu afwegen tegen een akkoord wat de liberalen gaan, gaan binnenhalen. En toen hadden we die tegenbubbel met Groen al. Dus toen, dat was eigenlijk al een wanhoofdspoging die ik trouwens had doorgesproken met meneer Magnet en die in de bubbel van vijf ook doorgesproken ja. was. Iedereen maar u, wist het. u vreet wel de bonen, u bent u ook niet gebruikt door meneer Magnet om dat dan te gaan doen? Ja, dat was een berekend risico. Dat was de aller, allerlaatste kans. En nu dat men dat spel van die zusterpartijen speelt, moet het mij toch eens van het hart. Vorige zomer is de MR mij komen vragen om de VLD aan de deur te zetten die onverbrekelijke zusterband aan de deur te zetten en hen niet mee te nemen in de Vlaamse regering in de hoop van dat met de PS gemakkelijker een akkoord te kunnen maken en uit wraak, omdat de VLD de MR had laten vallen in Brussel. Dat zijn nou die zusterbanden. Als ik zie hoe gemakkelijk de CD&V nu de CDS moet laten vallen, dan vraag ik me af waar is dan die, log die Belgische logica die geprimeerd in die partij. Is niet... Dat is toch allemaal kwets? Is het toch niet naïef geweest om te denken dat Egbert Lachaert Boucher dus de MR zou laten vallen? Zeker je, na die ja, uitspraak. Ik heb u net de context geschetst. Men weet dat hè, in de VLD dat de MR Hender wilde afrijden. Hè. En men weet dat meneer Boucher alles wilde doen, mislukken. Daar moet je nu toch geen helder zien over zijn. Die man maar... zegt nu openlijk: ik ben de allereerste en ergste vijand van de NVA. Die predikt een Belgicisme van de 19e eeuw, waarbij hij ook geen woord Nederlands spreekt, maar dat hoort bij de 19e Is eeuw. Die verheerlijkt de periferie, de strijd van de Franstalen in de periferie. Dat die man met ons. Een omvorming van dit land zou gaan onderhandelen naar België 2.0 in confederale zin. Niemand die dat gelooft, die heeft tien ministerposten, die heeft alles aangedaan om die zo lang mogelijk te houden, en die gaat nu, ik voorspel het u, alles doen om wil mis ja. nog in het zadel te houden. Dat gaat alleen maar over macht en over posten. Ja. En met die man kon dat niet lukken. Daar waren wij het in de bubbel van vijf. Alle vijf over eens, ja. voor alle duidelijkheid. Okay, maar je bent toch ook slim genoeg om te weten, als je zo'n publieke demarche doet, zo'n attack, dat Egbert Lachaert, als hij dan publiekelijk Boucher zou laten vallen, oh, dat mevrouw... alle kranten zouden schrijven: Lachaert is het schoothondje ja, ja. van de va Je hebt die toch misschien nu, zei... publiek ja, gecornerd daardoor. Ja, u, hij was al het schoothondje van meneer Boucher en die keuze heeft hij al gemaakt. Het schip was toen eigenlijk al gezonken en meneer Majet wou toen al meer dan een week de zaak opgeven. Men heeft schroen enorm in de kaart gespeeld. Men heeft de PS... In de kaart ja, zo van meneer Maniet, Dan Misschien uh, is hij wel de meeste strateeg van de hele coalitie. Ik denk dat meneer Manjet oprecht eigenlijk die paarsgele gele regering wilde maken, omdat dat een slimme man is die iets langer nadenkt. Je hebt en ook wel ik heb vroeger andere dingen hebben... gezegd. Ik heb nooit gezegd dat hij geen slimme man maar niet is. niet Betrouwbaar, dat weet ik Ja, ook. in maart heeft hij. Kijk, vanaf dag één heb ik gedacht we moeten met de PS een groot akkoord maken. Ik heb dat consequent geprobeerd. Consequent is dat mislukt. De PS wilde dat niet. Ik neem aan dat ik dat toch niet moet bewijzen. In maart op een gegeven moment hadden wij een akkoord en heeft hij dat dat weekend opgeblazen. Dat vond ik natuurlijk niet zo fijn. Om dat nog eens te proberen was niet evident. Ik heb dat toch gedaan. We hebben dat akkoord gesloten. En natuurlijk in het onderhandelen naar dat groot akkoord heb ik bij Majette Klik wel gezien. Dat is een andere manier van spreken met elkaar. En Ik denk dat hij in functie van stabiliteit overlevingskans van dit land. Want u speelt met echt Russische roulette hè, met dit land. Uh, dat hij dit echt wel wilde doen. Maar hij heeft altijd in het achterhoofd gehad. Als dit niet lukt, ja, dan krijg ik iets anders. Dat wellicht op korte termijn, voor mij nog beter is. Klop. Ik kan een Franstalige niet verwijten dat hij Franstalig is en een linkse partij niet dat ze links is. Dus op de SPA en Groen ben ik niet kwaad. Ik denk niet dat ik mensen maar wel heb... op de VLD? Ik ben niet, denk niet dat mensen hebben gekozen met het idee dat Christophe Calvo vicepremier zou worden. Ze gaan dat nu wel krijgen. Wie is daar verantwoordelijk? In eerste instantie de VLD. In tweede instantie, dat is een ontgoocheling. Na Gwendoline Rutte ook... bent u nu ook door Egbert Lachaert eigenlijk verraden. Vraag mij waarom dat ze dat in december nemen hebben gedaan. Is dat omdat mevrouw Rutte dan geen premier mocht worden? en Dat het iemand anders moest zijn? Waarom We hebben ze nog acht maanden tijd verloren? Als ze dat toch, Ik kan er niks aan doen. Als ze het mes in mijn rug gingen duwen, dan konden ze dat toen ook al doen. We hebben een Vlaamse regering gemaakt samen. Ik heb voor hen gekozen, ondanks het feit dat de MR vroeg van hen te laten vallen. Ik dacht dat dat iets opleverde in zaken loyoteit, in zaken Zweedse principes, het verdedigen van sociaal-economische hervormingen. natuurlijk die Zweedse coalitie uh, laten vallen. Ook Vlaamse ambities. Dat was ook niet goed gevallen. Ja, die is hersmeet met de Vlaamse regering. Je zou denken dat zoiets betekent. Het Vlaams regeringsakkoord zat ook bol van de ambities die op federaal niveau moeten worden uitgevoerd. Om van daaruit en vlak daarna de switch te maken. Nee, we maken een paar we stellen Vlaanderen in de minderheid. We gaan met een soort achterhaald bellicisme terug, terug op stap. Ja, de VLD ja. moet dat maar uitleggen aan zijn eigen basis. Wat? Ik denk dat meneer lachhart verkozen is dat? door van de Panna tot Mechelen aan de Maas te gaan zeggen dat dat, dat, dat er niet zou gebeuren. En dat ecolo-ritueel verbrand moest worden. Of toch het programma, of toch het programma van ecolo-ritueel verbrand moest worden. Dat is een grote, Wat betekent dat eigenlijk voor de Vlaamse regering? Uh, ja, dat is een enorme. U heeft, hier, u heeft hier vorig seizoen ook nog gezegd: ik zou nooit in een federale regering stappen zonder mijn Vlaamse collega's. En ik verwacht eigenlijk van hen hetzelfde. Dat mm. Het staat nu wel te gebeuren. Ja, van de VLD. Ja, ja, bon, ik denk dat het gaat over de witstraat 16. Ik weet het niet. Het zal, het zal nu moeten blijken. Hè. Het ja. zal ook moeten blijken wat ze nu maar wat echt het binnenhalen. Voor het ik wil over de CDV ook wel zeggen. Dat is een grote ontgoocheling ook. Ja. Gaat men nu marchanderen over abortus? Ik begrijp dat ze dat gaan evalueren en dan toch herzien. Ja. Gaan we daarover marchanderen? Ja. Gelooft geloof men werkelijk betekent, dat, dat deze de Vlaamse club Vlaamse een goede staatsvervorming gaat onder anderen. Ja, dat betekent voor de Vlaamse regering een groot probleem, uiteraard. Zij ja. ja. hebben majeur een majeur probleem Dat is een majeur probleem. Meneer Jan Bon heeft al gezegd minister-president, we moeten nu dat regeerakkoord herbevestigen. Mm -hmm. Nu, zo'n gluk, hebben we daar heel lang over Het is dat 300 bladzijden, tot in het kleinste detail, is dat vastgelegd. Toen was dat een hel, nu is dat wel een troef. Maar die loyaliteit aan dat regeerakkoord is maar het begin... De politieke loyoteit, ja, dat zullen we nog moeten proeven. Wat daarvan overblijft, want ik zeg het nog eens, dat regeerakkoord staat bol van ambities over de werkstelling, hervormingen, Zelf, ja. die eigenlijk dus op dat federaal niveau moeten uitgevoerd ze worden. Zelfs als ze dat vertrouwen bevestigen, gaan ze dat voor u nog wel elke dag in de praktijk moeten bewijzen. De, het zal blijken wat het wordt. Hè. U weet ook, je kan moeilijk Vlaanderen in de onbestuurbaarheid storten, omdat België geen democratie meer is. Hè. Je kan dit geen democratie meer noemen. De kiesuitslag wordt op zijn kop gezet. De grootste worden buiten gezet. Je wordt gedomineerd door partijen waarvan je niet kan stemmen. En hier wordt een spel verteld er over, een federale... over zusterpartijen die geen zusterpartijen zijn, tenzij om die ja. postjes binnen te houden. Dan moeten we misschien naar de federale dus, kieskring gaan, meneer De Wever. Ja, een federale kieskring, voor mij mag dan morgen. Hè. One man, one vote. Maar dan is een Vlaamse stem zoveel waard ja. als een ja. Franstalige stem. Als je die twee grootste partijen optelt en je gaat de uitslag van de PS daarnaast kijken, die nu zogezegd het premierschap ja. mag claimen, dat is een derde van de stemmen. En dus dus als we allemaal u, gelijk zijn, en als we de grindelgrondwet opheffen, en de pariteit opheffen, dus één, is één gelijk. Belg... Ja. Schiek ja, raam... ja, 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 ja maar ja, die straks straks. staatshervorming is al besproken worden dat wordt voorbereid heb maar wie gegeven. gelooft dat nu wel, meneer Koens gelooft daar wel en laten we eens naar mm. hem kijken en hij steekt zelfs de hand uit nou. mm -hmm omdat we uiteindelijk een staatshervorming die we willen realiseren, die de efficiëntie van de overheid waar de burgers om vragen bewerkstelligen, dat kun je niet met één partij alleen, dat kun je niet met Vlamingen alleen, dat moet je met verschillende partijen. Maar u bestellen. zegt daarvan een, een expliciete uitnodiging aan N-VA, die dus niet in die meerderheid zal zitten, praat mee over die staatshervorming? Absoluut, absoluut. Dat, zal ook, dat is ook hetgeen dat in die ontwerpnota staat, dat we proberen met de partijen in, in zijn geheel dit voor te bereiden. Een uitgestoken hand naar u. U mag meewerken aan die nou, In Dat partiële akkoord was eigenlijk voorzien dat we bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, arbeidsmarkt, justitie, politie het geld in enveloppes zouden steken en zouden functioneel splitsen. Als je dat doet, dan weet je dat een aantal jaar later de legale, de wettelijke splitsing, gewoon volgt. Zo is ook onderwijs gesplitst. Als dit akkoord, wat ik vermoed gewoon is, we gaan daar eens over praten. Dat is een praatbarak. Je praat met meneer Boucher, die een Belgicisme predikt van de 19e eeuw. Je praat met mensen als Ecolo, die zelfs willen herfederaliseren. Dat heeft geen enkele zin. Ik was wel bereid om inderdaad te zeggen, we gaan wat centen op tafel leggen. Want dan is tenminste de laatste keer hè, als je splitst. Je blijft niet betalen. Hè. Die Vlamingen die altijd die transfers moeten volhouden. Maar als je nog één keer zegt, we gaan de kassen, het envelopje nog eens vullen... Maar dan scheuren we het envelopje door. Dat zou de beste besparing geweest zijn voor dit land die je kan indenken. En het, en het beste voor Vlaanderen wat die je kan de indenken... uitgestoken hand van meneer Koens. Ja, ik, zal, ik zal geduldig afwachten wat er uit, uit dat verhaal hè, naar voren komt. Maar als meneer Koens gelooft dat hij met meneer Boucher en de mensen van Ecolo een staatshervorming kan onderhandelen en dat die de moeite waard zal zijn en dat Vlaanderen op vooruit... Of dat die correspondeert met wat vaag in het programma van CD&V staat, dan zal ik zeer aangenaam verrast zijn. Dan zal ik natuurlijk meewerken. Maar ik ga nu wel mijn adem niet inhouden, zoals u het begrepen. Is hij naïef, volgens u? Ja, dat is niet naïef. Hij moet natuurlijk nu uitleggen aan zijn achterban waarom dat ze meeschuiven. En Ik ben benieuwd, hè, bijvoorbeeld ook rond die ethische thema's. Ik, ik hoor nu dat al die losse eindjes... Men is die aan het vastknopen. Uh, zonder veel. Allee, dat is een, zo, ja, al die dingen worden zo wat voortgewenteld. Uh, maar al die losse eindjes komen terug. En in een regering is het heel, heel eenvoudig, als daar alle Franstalige partijen in zitten, en vooral linkse partijen, dan zullen zij domineren. De CNV is mathematisch niet eens nodig. Dus als dat wordt, dus wordt geëvalueerd en er komt een stemming, en die mevrouw Katabi die zegt nu al het standpunt van, van uh, de ik... CNV is abusief, abusief. Ja, dan weet je hoe die stemming gaat aflopen. En dan zal de CNV in de regering zitten en dan krijg je meneer Boucher die nog eens langskomt. en die zegt. Oe is Kievon, van faire? Dat hebben we toch allemaal al eens meegemaakt? Dan oh, we, weet je toch hoe dat gaat lopen? Okay, we, zullen, we zullen dat zien. We willen het met u graag ook nog wel eens hebben over uw stad, Antwerpen. Ja, graag. Uh, daar was afgelopen nacht de tweede nacht van die operatie Nachtwacht. Uw gespierde actie tegen aanslagen door het drugsmilieu. Er was. Gisterenavond, tien uur ongeveer, wel een schietpartij in Deunen. Mm -hmm. Opnieuw gelukkig zonder slachtoffers, wanneer ze luisteren naar hun ooggetuigen. Ik heb ze nog verder zingen, maar ja, ik vind de politie natuurlijk niet. Hè. En natuurlijk is de volgende dan gewoon vliegen. Hè. Ik ging Deunen, daar werd een granaat gemeten. Als het zo verder gaat, dat doet het geen vijf jaar meer. De mensen gaan niet lopen. neem me niet kwaad dat is ik zeg, dat mag ik me meer niet zeggen. Hè. Het lijkt een beetje lachen met de politie wat daar gisteravond gebeurt. Ja, er is een drugsoorlog bezig in het milieu. Dat wil zeggen, uh, daar zijn heel aanwijsbare redenen voor. Bepaalde clans zijn in conflict met elkaar. En ze gebruiken heel opzichtig geweld. Het is niet de bedoeling om iemand te doden, voor alle duidelijkheid. Nee. Maar het moet vooral opvallen, want men verklikt op die manier eigenlijk handlangers van de andere clan. En dat heeft te maken natuurlijk met de drugsmafia, de georganiseerde misdaad die onder de grond zit en die de laatste jaren enorm is toegenomen in, in volume. Zij hè. gebruiken opzichtig geweld. U doet nu een zeer opzichtige campagne. Daar wordt nu wel al van gezegd. Is dat wel zo verstandig? Zou het niet beter zijn om dat met anonieme wagens te doen? Ja, nee. Niet te zeggen tussen welke uren dat zal nee, zijn? Nee, natuurlijk niet. Want dan krijg je krijgt schietpartijen op straat. Dit is symptoombestrijding voor alle duidelijkheid. Ik ben niet gek. Hè. Je gaat met de fanfare op kop als signaal. Stop met dit geweld. En hopelijk kunnen we het ook stoppen. Maar dat lost, ze lachen met dat u, lost want niks de op. De actie begint om 11 uur en ze schieten dan om 10 uur. zij passen zich aan, wij zullen ons aanpassen. Maar ik kan niks anders doen. Gaat hè, dit is gaat eigenlijk, wij passen ons aan zoals zij zich zullen aanpassen. en We zullen dat zo lang volhouden als nodig is om de openbare orde, rust en veiligheid te herstellen. Maar maak je geen illusies, hè. dit is maar wat er uit de riool naar boven komt. Ja, dit zijn eigenlijk de, de petty crimes, de kleine criminelen. Dit, dit zijn de marginalen ja. van de drugscène, die zijn dit soort niet de grote doen, smokkelaars van de haven zijn. niet. De, 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 de opdrachtgevers van die zaken zitten vaak niet bij ons, zitten in Amsterdam, in Nederland, een narco worden is, die zitten in Dubai en die sturen mensen hier op de straat. Dus u kan wij eigenlijk hebben... niet veel doen behalve. Een als burgemeester praktisch. kan je de openbare orde in rust herstellen. Wij hebben een War on Drugs gelanceerd stedelijk. Ik steek er heel veel tijd in. We hebben meer dan 7000 mensen gearresteerd hè, sinds ik burgemeester ben. Maar misschien staat dat op een klein Natuurlijk, dat kan ik ook niet. Ik ben niet de gerechtelijke politie, ik ben niet de minister van Justitie. En als ik u een cijfer mag geven, toen het eerste jaar dat ik burgemeester was, hebben wij 4700 kilo kook gepakt. Vorig jaar 61.000 kilo. Als je 61.000 kilo op straat verkoopt, heb je 3 miljard 200 miljoen. Dat is hetgeen dat we pakken. De werkelijkheid is een veelvoud. 10 miljard, 30 miljard, dat is de kook. Dan heb je nog de opium, de cannabis, de synthetische drugs. Dus dat is een business van miljarden. Het budget van de Stad Antwerpen is de helft in volume van de kook die we pakken. Dus dat is wat er onder de grond afspeelt. Dat zit in de riool. Die moet schoongespoten worden. Maar wij zitten met. Dertig mensen van de FGP maar... die dat moeten doen, die kunnen dat niet aan. Ja, maar wat wel dat heel dat niet hard aan. opviel, meneer De Wever, u, u communiceert doorgaans vaak en veel, ook hè, toen de coronacijfers niet goed waren in Antwerpen. Nu hebben we heel lang niet gehoord eigenlijk over heel die drugsoorlog. Waar zat de burgervader van Antwerpen? De burgervader zat in Deurne, waar hij woont, op ongeveer 800 meter van wat hier gebeurt. Dat is een burgervader die heel vaak wijkbezoeken doet. die alleen de Dat wordt pers... nog nogthans ja. gezegd dat u dat te weinig doet. Ja, omdat doet, ik hè? de pers niet meeneem. Dat soort circus, daar heb ik eerlijk gezegd echt geen behoefte aan om waaramtoerisme te gaan doen. Maar ik hoef echt me niet te verplaatsen om te weten wat er in Deurne gebeurt. De raam van mijn overboer is uitgeschoten om vier uur s'nachts. nachts. Ik moet me niet verplaatsen van mijn villa om naar het drugsgeweld te gaan kijken. En men moet me niet verwijten dat ik dit niet heb aangekondigd. Ik ben tot in Colombia geweest om in de havenautoriteit van Cartagena bezocht, de D.I.E. bezocht. Ik heb het stroomplan belobbyd, wat eigenlijk een goed plan is. Nationale samenwerkingsplannen? Ja, over de haven, over de werkvormen, over de georganiseerde misdaad en het samenwerken bestuurlijk gerechtelijk. Dat is eigenlijk het stroomplan. Ik heb dat laten evalueren door de uh, universiteit Gent. Academisch. Wat levert dat op? Die zeggen dat is eigenlijk een zeer goed plan, maar één. Capaciteit. 30 FGP'ers, dat zou er eigenlijk 300 moeten zijn. Wetgeving die in de weg staat. De schot tussen het gerechtelijke en het bestuurlijke is zeer frustrerend. Ik zeg het oh, nooit, wij pakken 7000 in de 100 mensen op. Maar als het gerecht niet kan volgen, de gerechtelijke politie en justitie niet kan volgen, dan dweilen wij met de kraan open. Wij hebben granaatgooiers gepakt. Die komen nu voor. Dat proces is pas begonnen. Maximum eis zes jaar gevangenis. Ja. Sorry, dat is om te lachen. Die wetgeving moet veranderen en de cultuur van organisaties moet veranderen. Maar wat ik vaststel in Brussel, spijtig genoeg, men interesseert zich niet aan dit probleem. Wel, in... ik vermoed dat sommigen het zelfs leuk vinden dat het in Antwerpen gebeurt, Brussel... want dan is het voor mij... Konden ja. het... we zo zeggen dat er veiligheid ook in Antwerpen belangrijk ja. oh, ja, Maar de, In het akkoord met, met meneer Maet dat ik gesloten stond, de oprichting van een DIA, dus dat was goed. Ik Ben dus benieuwd die nieuwe regering. Maar dat partijen zijn die drugs gewoon geen probleem vinden. Hè? Ecolo, legaliseer dat allemaal, geen enkel probleem. Laat de georganiseerde misdaad, zoals in Nederland, gewoon binnen. Wordt een narcostaat. Met dat soort partijen gaat men nu regeren en die gaan de drugsoverlast aanpakken. Wel, Ik heb mijn twijfels. Inderdaad, maar op Brussel zult u dus wellicht geen greep meer hebben, vermits uw partij waarschijnlijk in de oppositie zal ja, blijven. Uh, u hebt altijd wel al gezegd dat u het liefst van al 100% burgemeester van Antwerpen zou zijn. Hè? Als uw partij nu nog eens drie jaar oppositie moet voeren, denkt u er dan aan om effectief. 100% burgemeester van Antwerpen te worden. We zullen... Stoppen als partijvoorzitter dus. We gaan wel kijken wat dit allemaal betekent. En voor de KACI en de partij, dat vind ik van het minste belang. Maar voor mijn stad vind ik dit verschrikkelijk. Ja. Want wij doen het eigenlijk echt goed. Wij zijn de veiligste grootstad van België. De criminaliteit is enorm gedaald. Enorm gedaald. Ook de drugsgerelateerde criminaliteit is enorm gedaald. Maar, maar je, als je zit met partijvoorzitter, die, met die, met die aan vast. Ja, wat heeft dat er nu mee te maken? Je zit met die misdaadsyndicaten die eigenlijk de reputatie van je stad door het slijken. Je kan daar niet aan, die opdrachtgevers. Je kan daar letterlijk niet aan. Je moet dit soort politieacties opzetten om eigenlijk nog maar de openbare rust en veiligheid te garanderen. En Ik heb echt niet het gevoel dat ze dat in Brussel ja. opnemen. Vind ik dat spijtig dat ik daar minder greep op zal hebben. Ik vind dat dramatisch. Ik vind dat dramatisch, maar het ook... gaat over, niet over mijn ja. partij, maar over, over mijn ja. stad en over de veiligheid. Maar ik denk afsluitend wat Lieven ook bedoeld is. Ja, je ziet ook wel... Hè, het, Partij, uw partij heeft het steeds wat moeilijker. Uh, zal nu federaal wellicht in die oppositie belanden? Ik heb altijd van u gehoord: elke politicus heeft zijn rise en zijn fall. En je moet snel genoeg zijn. Je moet zelf zeggen: ik ga stoppen en niet wachten tot ze buiten dragen met een mes in de rug. Is die tijd stilaan gekomen voor u? Voelt u? Ik heb mijn overlijdensbericht in de kranten gelezen. U zal het ook wel hebben gelezen. De gretigheid, men zit er ook al lang op te wachten. Wat ik wel denk, is dat men hier de antipolitiek een geweldige boost heeft gegeven. Maar ik durf het voor vermoeden... uzelf. Wil u zelf ja, maar nog voorstellen? Dat is zware is, is dat het De lange tijd die men gebruikt is eigenlijk om de kiesuitslag te doen uh, vergeten. En ik vermoed eigenlijk dat men dat leuk vindt dat de antipolitiek het Vlaams Belang met name fel opkomt. Want elke stem die daar zit. Versterkt ja. de positie van links in Vlaanderen, die wordt even groot als de rest op die manier, omdat er een deel in de schutkring staat, en versterkt ook de positie van de, de, de Franstaligen. Muziek, muziek, Moesten die zetels van het Vlaams Belang operationeel zijn, ja, dan zou de situatie er heel anders uitzien. Dus maar u bent ja, nog niet ik denk moe dat gestreven. dat een onderdeel is van, van het spel. Ik ben belangen nog niet mogen strijden, maar dat wij in een heel moeilijke situatie zitten, dat is N-VA, waar het systeem nu samen trekt rond Franstalig Links en het antisysteem zich organiseert. Okay. Zitten wij daar pal tussen en dat is een heel heel moeilijke plaats om ons te handhaven. Dus dat is een moeilijke. We zitten eigenlijk in de piepzak op dit moment. Ik ga dat niet ontkennen. Oké, okay. dank je wel, Bart Wever. Graag gedaan. Ja, meneer de Wever, ja. u moet vertrekken. We gaan alles ontsmetten. We doen dat trouwens achter elke gast, want het is hier nog altijd hè, coronatijd. Want meneer Krukke, hè, u wilt aansluiten, maar Werner moet dat altijd Zoals zijn dat we elke gast piek fijn in orde brengen. Dan hebt u ook Werner nog eens gezien. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Jean Luc Kruk. Hè. U hebt Bart de Wever gehoord. Hè. Dit wordt een anti-Vlaamse linkse regering. Nee, het is een meerderheid. Het is een eerste in België, meerderheid, niet in Vlaanderen. In Zeker, er was. Uh, 48 procent in Vlaanderen. Maar het is een meerderheid. Meneer de Wever heeft iets geprobeerd. Hij had geen meerderheid. Hij had wel vijf partijen, maar geen meerderheid. Getorpedeerd door MR, zegt hij. Nee, dat, is, dat zijn de woorden van meneer de Wever en misschien ook van een paar de, van NVA'ers. Maar, maar die woorden, die risiemakers geven niets in de politiek. Wat belangrijk is, we zijn nu met zeven op dezelfde boot en in dezelfde richting. Maar natuurlijk zijn we nog niet. Is het een stabiele boot, denkt u? Ik ben er zeker van. Ja? Ik ben er zeker van, want die, die partij kijkt nu in dezelfde richting. We zijn nog niet in de haven, dat weet ik ook. En dat zal nog niet gemakkelijk zijn, dat weet ik ook. Maar die zeven moet nu alles doen. Ja. Om een sterke land, een modern land ja. te krijgen en te, te regeren. Ik ken, ken niets van boten, hè, meneer Krukke. Maar ik heb altijd geleerd dat een boot moet één kapitein hebben. Wat wij nu vooral horen, is dat op die boot op dit moment door de kapitein is van uw partij, hè, de MR, uh, Jean-Louis Boucher, maar ook natuurlijk meneer Magnet, PS, twee kapiteins die elkaar het licht en dus de vaart niet gunnen. Nee, ik zie, u, u spreekt over de premierschap. Eerst moet je een groot en een. Vol akkoord hebben. De inhoud is toch belangrijk. De premierschap ook? Dat is, nee, vrij, denk dat ik is ook. vrijdag blijkbaar niet, niet zo geweest, want vrijdag is het blijkbaar echt wel over de formateur en dus de premier geweest. Er zou zelfs geroepen dus zijn. We hebben nog een paar dagen tot vrijdag om de inhoud te werken en over die premierschap ook te spreken. Maar als daar al geen vertrouwen over is, hoe kun je dan in vertrouwen aan die inhoud werken? Maar er, er zijn wel vertrouwen, maar over die premieschap, die. die volgens jou zo heel belangrijk is, heb je voor het ogenblik toch verschillende meningen. Wat is uw mening daarover? Moet het een Vlaming zijn, een socialist, zijn, een liberaal? De eerste, de Vlamingen, twee frans -talen. Het is één oplossing. Een goeie oplossing? Het is één oplossing. Je hebt de grootste familie. De socialiste familie is, dat is niet betwistbaar, de grootste familie. En dan heb je toch iemand zoals Sophie, Sophie Wilmels, die voor het ogenblik... Wat is zij dan? Maar Sophie, eerst en vooral, is het een jonge vrouw. Het is toch iets nieuws in ons land. Een jonge vrouw met talent die populair is in Vlaanderen, in Brussel en in Wallonië. Jullie blijven vasthouden aan haar. Ja. Dat is een van de drie oplossingen. Ze is niet de grootste familie, niet de grootste partij. Ik heb het straks gezegd. Niet de recht grootste familie. Welke zou zij partij. dan hebben om Maar het is misschien blijven. ook een, een gevoeligheid van de bevolking. Een symbool. Mm. De vrouw was symbool. De vrouwen zijn niet alleen symbolen. symbool. Maar Sophie Witmes is vandaag een symbool. Ze heeft het crisis. En ik vind dat met, met veel talent gedaan. Ja, het is iemand van uw partij, dus zou je het zou raar zijn. Je dus vinden dat ze talentloos het is, is. natuurlijk. Maar, het is maar zou allemaal, het niet logisch het zijn... Charles Michel is premier geworden in de vorige regering, net omdat er een Vlaamse meerderheid was en een Franstalige minderheid, om hè, de, de Franstaligen het signaal te geven van het is ook jullie regering, we willen jullie mee in het bad trekken. Contrepart, we gaan nu hetzelfde doen en een Vlaming premier maken. Het is wel een van die drie mogelijkheden. Maar zou dat niet de beste mogelijkheid zijn? Want de grootste Vlaamse partijen doen al niet mee. Misschien is dat dan toch een signaal naar die Vlaming van jullie worden niet volledig vergeten. Al die gesprekken moeten nu gevoerd worden door de voorzitters met vertrouwelijkheid. En nu... Dat is mijn mening. Nee, in die studio kom je eerder graag, maar we gaan dat niet vandaag oplossen. Maar als je weet dat er drie oplossingen bestaan, zijn er geen vier oplossingen. Dus ik ben ook zeker dat we uh, die door... als een de goede Vlaming oplossing moet zijn, vinden. Een moet het dan premierminister. Wel... Ik heb dat straks gehoord van, uh, van de, de ja. jonge voorzitter van de SPA. Ik ga daarmee akkoord. En als de Vlaming, goede... Vlaming moet zijn, dan wel Alexander de Kroon en niet Koen Waarom niet? Maar we gaan vandaar die, die antwoord niet kunnen geven. Iets anders, staatshervorming. Hè? Dat, zal ongetwijfeld, dat wordt voorbereid tegen 2024. Joachim Koens heeft gisteren de hand uitgestoken naar NVA en gezegd dat het zou wel goed zijn om NVA bij die voorbereiding te betrekken. Wat vindt u daarvan? Maar als je van de, de staatshervorming spreekt, dus de toekomst van onze landen en van onze gewesten hmm. ook. Is het is altijd beter dat zoveel partijen, zoveel ja. mensen, politici, daarover spreken. Maar u weet, u weet dat N-VA absoluut niet wil horen van om het even wat te herfederaliseren, waar jullie wel voor staan. We zijn voor herfederaliseren, maar we zijn ook voor, uh, voor de gewest. voor uh, bevoegdheden naar de gewesten. Dus een goed idee om N-VA daarbij wij te betrekken. We zeggen iets anders. Eerst, eerst en vooral moet je evalueren. Een, uh, Hervorming van de staat doet je niet ja. op een, een hoekje van een tafel. Dus je moet dat eerst evalueren. Met in onze hoofd, van iedereen, Walen, Brusselaars en, en Vlamingen, efficiëntie. Mm -hmm. Hoe kunnen we ons verbeteren in de toekomst? Niet vijftien maanden wachten voor een regering. Hoe kunnen tussen de gewesten, want ik ben voorstander van vier ja. sterke gewesten, maar ook van een sterke land. En Dus Hoe... gezondheidszorg herfederaliseren. Het is een van de mogelijkheden, maar we moeten eerst evalueren. En het parlement is daarmee bezig voor het ogenblik. Ja. Nu, eh, zoals het er naar uitziet, zal de, de regering wel een weerspiegeling zijn van de, de Waalse en de Franstalige regering, maar dus niet van die Vlaamse. We hoorden ook alle eh, meneer De Wever, die weinig vertrouwen heeft in die staatshervorming, denkt dat er vooral eh, veel geld zal uitgedeeld worden en weinig eh, concreet en goed beleid zal gevoerd worden. Gaan we naar nieuw vechtfederalisme, denkt u? Is dit nu het resultaat? Ik hoop van niet. Wat is uw gevoel? Want hebt u een beetje van meneer De Wever kunnen volgen? Ik heb altijd gezegd, ik ben geen ruziemaker. En ik ga in, in dat spel zeker niet spelen. Nee, maar hij heeft op het ogenblik weinig vertrouwen in zijn Vlaamse coalitiepartners. En hij eist dat zij hun loyaliteit aan de Vlaamse regering herbevestigen en zich ook federaal loyaal aan de Vlaamse regering tonen. Ik heb dat straks ook gehoord. Dus als ik het goed begrijp, hij wil niet alleen ons land delen... Vlamingen tussen Walen, even bijna de Brusselaars. Uh, dan, in de, 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 de Vlaamse regering heeft hij geen schrik of twijfel over twee andere partijen. Altijd delen. Kunnen we niet iets moderner worden in onze landen, in onze gewesten ook? Niet de mensen delen, maar de mensen samen laten leven om iets beter ja. samen te werken. Dat is mijn, mijn gevoeligheid van vandaag. Ook voor u dezelfde laatste vraag als voor Conor Rousseau. We hebben nog... Elf dagen voor 17 september, er is nog geen formateur. Is die nieuwe regering er tegen 17 september? Alles moet gedaan worden voor de 17 september. Dat is wel een ja. belangrijke datum. Ja. En anders verkiezingen of gewoon nog een beetje mevrouw Willems. In uh, ingewikkelde landen, zoals uh, België, is nog alles mogelijk. Maar alles moet gedaan worden voor de 17 september. We hebben al te veel... En anders verkiezingen? Hoe zou ik nu zeggen? Je hebt altijd andere oplossingen. Maar de beste, <laughs> ja. maar de beste oplossing... En zo blijven we bezig. Maar de beste oplossing... Is die oplossing met maar de partijen? Mer okay. is, is niet bang voor verkiezingen. Niemand kan bang zijn van de verkiezingen. Dat is de keuze van, van de burgers. Veel Vlaamse partijen die bang zijn yeah. voor verkiezingen. Okay, het is zo, maar uh, je moet niet bang okay. zijn. Je moet het lukken. Oké, okay. okay, heldere dank taal. Je Jean Luc Rucke, dank je wel om en, te komen. Ja, we een regering. Ah. ah, ik weet niet hoe dat, dat er vandaag is gebeurd. Dat weet ik nee. niet. Ik heb niet veel gezien eigenlijk. Van heel die. Eigenlijk. Ja, die ik vind wel, Het is moeilijk bijhouden allemaal. Het wisselt zoveel. Het verandert constant van teen naar tanden. En dan is die er weer mee bezig. En die er weer mee bezig. Ik vind het heel moeilijk om het nog te volgen. Al die coalities en uh, de gesprekken die je telkens afspring hebt opgegeven. Een zucht, zien we hier ook te verschil. wedstrijdwatcher van Newsweek, is dat een zucht om, naar alles wat je gehoord hebt? Uh, ja, het is toch een boterham. Hè. We zitten hier nu na. Hoeveel jaar, twee jaar of anderhalf jaar, afhankelijk van hoe je telt? Hoe je telt. Ja. Toch met het gevoel dat er een regering gaat komen. Dus dat is op zich wel ja, verrassend, denk ik, voor ons als journalisten en als burger, zeker toch wel een oplichting. Dat zie je ook in die filmpjes. Alleen de manier waarop um, is toch wel heel pijnlijk, vind ik zelf. Uh, Want Conner-Rousseau heeft, heeft het over het project. Ja. Maar is dat project er eigenlijk of gaat het toch ook over, ja. of vooral over de poppetjes? Wel, je moet daar gewoon heel eerlijk in zijn. Als je de discussies een beetje volgt die aan tafel geweest zijn, de laatste vergaderingen onder die zeven Vivaldi-partijen, ja, dan gaat het gewoon echt wel over de poppetjes. En uh, ik hoor het hier Jean-Luc Rucken makkelijk zeggen: van ja, uh, er is nog een kandidaat. Plots is Sophie Wilmès blijkbaar ook nog kandidaat-premier. Dat had u ik... toch kunnen vermoeden, dat meneer Boucher Wel... dat niet zomaar ging opgeven? Um, aan tafel alvast niet. Daar eist hij dat niet meer. Het gaat eigenlijk vooral over een blokkage. En dat hebben jullie hier ook al een stukje aangeraakt in de uitzending. Er is gewoon een heel fundamentele rivaliteit uh, aan de gang aan Franstalige kant hier in dit land tussen MR en PS. En dat, dat heeft ook en een deel. Boucher mag eigenlijk persoonlijk. Die persoonlijke uh, rivaliteit speelt mee, maar het gaat breder. Het gaat ook over marktleiderschap daar aan Franstalige kant. Het gaat over wie is er nummer één en wie claimt dat daar. Sophie Wilmes is gewoon een gigantische bedreiging voor de PS geweest de laatste maanden. Dus je ziet in de peilingen, het is echt historisch dat er een, een liberaal politicus aan de andere kant van de taalgrens op nummer één staat. En, dus, en, en kan meneer Lachart dat aan? Want nu moeten ze al met twee proberen in goede banen te leiden. Is dat moeilijk voor de Vlamingen om daartussen te geraken? Wel, je moet het hem wel geven. Egbert Lachart heeft wel politiek gezien een enorme sprong gemaakt. Hij is wel degelijk verkozen binnen Open VLD om eigenlijk een heel andere coalitie te maken, namelijk Paars Scheel. En dat was samen met NVA. Was dat dan niet oprecht als jij daar toen voor pleitte? Ik kan het intentieproces niet maken, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik weet alleen dat wat toen verdedigd werd binnen VLD en wat toen de grote vijand was van Gwendoline Rutte, die geen premier mocht worden, Bart Wever heeft dat wel terecht aangeraakt. Ja, plots zit Open VLD wel helemaal aan de andere kant en is het nu met Alexander Croo, hebben ze een kandidaat premier. En is het niet door wat Bart de Wever gedaan heeft, namelijk te proberen Lagarde en Boucher uit elkaar mm -hmm. te halen, MR en ook Open VLD te bruskeren? Het is moeilijk om zo recent al de geschiedenis te gaan schrijven van zo'n regeringsonderhandeling. Um, Want hij zegt dat Kalf was al... Vergelopen. Ik denk dat, dat als je dat opnieuw die film gaat bekijken, dat iedereen daar fouten gemaakt heeft. En dat er op cruciale momenten één ding ontbrak, telkens opnieuw. En dat is vertrouwen tussen die mensen. Is dat er nu, denk je? Ik vrees van niet, want als je eigenlijk al bijna instant het verslag kan lezen van zo'n vergadering, nog voor Egbert Lacher naar de koning gaat, eh, vrijdag wisten we eigenlijk al dat het de hele tijd over het premierschap ging en over de discussie wie wordt er formateur. En dan denk ik wel, ja, op zo'n manier een regering starten. Ik hoor, en een regering die een project wil hebben van tien jaar, dan moet je ja, toch wel echt vertrouwen hebben. Vooral omdat ik hier toch iets hoor wat mij echt verbaast. Uh, we zitten tegen die deadline van 17 september. Zijn ze nu echt van plan om een volwaardig regeerakkoord te gaan schrijven tegen 17 september? Maar, terwijl we nog geen formateur hebben, dan denk ik ja, dan start je toch met een heel onstabiele coalitie waar nog eens één structureel probleem zit. En dat is niet de rivaliteit tussen VLD en, en uh, Open VLD en CDV over het premierschap bijvoorbeeld. Hè. Want we weten allemaal, als het een Vlaming moet zijn, wie dan? Dan is het ofwel Koen Geens ofwel Alexander De Croo. en daarover is men het dan niet eens. Het gaat structureel over die rivaliteit tussen PS en MR en dat, dat zit gewoon heel slecht. Kan aan Vlaamse kant het cement van deze regering niet zijn dat dit misschien wel de laatste kans is voor de traditionele partijen die in de peilingen nog de elfjes zijn? Ja. Uh, dat, dat is een heel terechte opmerking. In politiek werkt het soms ook zo dat als je tegenstand heel fors is, dat je naar elkaar kruipt in een regering. Dat die was... tegenstand zal nu ook heel fors zijn. Juist, dat, en, maar dat was ook het probleem van die Zweedse coalitie. Hè. Er was eigenlijk geen serieuze oppositie. Die oppositie was heel verdeeld. En daardoor hadden ze eigenlijk de ruimte, herinner je de rivaliteit tussen CDMV en NVA toen ja. Chris Peter. Peters, was gigantisch tussen die twee blokken aan Vlaams. Dat, toen zat het probleem daar en toen had je ook een premier by the way, Charles Michel, die eigenlijk niet krachtig genoeg was om dat stil te leggen. Vandaar dat ik denk uh, die Vlaamse partijen zouden wel eens naar elkaar kunnen kruipen, maar dan heb je misschien toch wel de meest sterke premier nodig. En, en dan zegt men dat het moet zijn. Dat is Paul Magnet moet. mathematisch matematisch. Maar is die is aanvaardbaar met een Vlaamse minderheid en een N-VA die nu al klaar staat om te beuken, ja. een Vlaams belang die al lang klaar staat om te beuken? Ik denk dat we goed moeten beseffen wat hier gebeurt, hè. Um, het is heel kort aangeraakt in het gesprek met Bart Wever op het einde. Je gaat naar een heel ander landschap. Je zit met de twee grootste Vlaamse partijen, Vlaams Belang, ook in peilingen al op nummer één, en dan N-VA, die helemaal aan de ene kant staan. En dan alle andere partijen in toch wel een ja, centrum-linkse regering, gedomineerd door Frans Dat klopt gewoon allemaal. Dus je krijgt de komende jaren een tweestromenland. En de vraag is dan... Gaat dat project langs links zich kunnen vastzetten en gaan die iets succesvol presenteren? En wat moet NVA dan doen? Want die zitten eigenlijk in een rol waar ze zich helemaal niet in thuis voelen. Je ja, zag dat het bij Bart de Wever. Ja. Het, het is jarenlang de strategie geweest van... We zijn een beleidspartij, we zijn Vlaams-nationalisten, maar wij gaan dat doen via de macht. En die strategie, dat kan je niet anders dan vaststellen, is hier vandaag eigenlijk mislukt. Dus het is heel interessant wat gaat gebeuren, maar ik denk dat het hart tegen hart zal zijn. En dan is natuurlijk de vraag wie leidt dat, dat linkse blok is cruciaal. Dus ik snap ook wel die Vlaamse partijen die zeggen ja, we hebben misschien toch een Vlaming nodig in plaats van de leider van de PS, van de Franstaligen, Paul Magnet. Ook al spreekt hij perfect Nederlands, is het eigenlijk een heel amabel man en kan hij misschien dat wel incarneren. Dat maar wie leidt dat, dat linkse blok? Bij SPA staat daar toch niemand klaar voor? En uit de twee andere partijen kan dat dan toch niet komen, of wel? Nee, dus je komt uh, heel simpel uit bij twee namen dan eigenlijk. Ofwel Koen Geens ofwel Alexander Croo, ja. want dat zijn Als de twee grootste. Als symbolisering van een links blok is dat toch niet uh, de beste figuur dan, denk ik. Ja, dat is een afweging die zij zelf moeten maken. En vooral, je, je stelt daar ook vast dat de een het ander het ook niet gunt en omgekeerd is. CD&V zegt, wij zijn eigenlijk de grootste, we hebben de meeste stemmen. Open VLD zegt, ja, maar wij zijn de grootste ja. familie, want wij hebben MR. En, en zo, zo gaat het maar door, hè. Het nadeel misschien van een Vlaamse premier is dat hij natuurlijk het symbool staat van die regering. Het zijn of het nu Geens is, De Cro of iemand anders... Die moeten wel beuken of die beuken krijgen van die Vlaamse regering waar die twee partijen ook wel in zitten. Misschien is het zelfs beter voor hen dat een Frans-talige premier wordt van die federale regering, dat ze Vlaams toch nog ergens het gevoel kunnen creëren dat ze ook daar nog een ploeg zijn. Er is een ijzeren wet in, in politiek en dat is de grootste moet het akkoord maken, de grootste moet de synthese maken. In die zin... Uh, als ik hun één advies zou kunnen geven in alle bescheidenheid is van als Paul Magnet dat wilt nemen, zou ik dat ook vanuit Vlaamse kant aan hem laten. Want als je een schoonmoeder hebt die over de schouders leunt, en dat was wat Bart De Wever was, de schoonmoeder van de regering van die Zweedse coalitie, dan, dan, dan ben je een harlekijn. Dan maar wat daar... gebeurt er Vlaams nu, denkt u? Kan Jan, Jan Bon ook al gehavend dit vlot toch trekken? Um... Eerlijk gezegd, Vlaams, ik heb geen glazen bol, maar het ziet er heel slecht uit voor die Vlaamse regering. Je voelt dat hier al hoe, hoe, hoe kwaad n NVA eigenlijk is, hoe, hoe de analyse daar gemaakt wordt van. Wij worden in de hoek gestoken, wij in de zak samen met Vlaams Belang. Hoe je zo een, een coalitie nog kan echt laten verder functioneren, herinner je, een van de grote protagonisten van, van Paars Groen binnen Open VLD, is Bart Somers, de man die daar vicepremier, is vice-minister-president. Dat is nog los van het menselijke, is dat politiek gewoon een, een, een enorme clash. En ik zie dat niet goed komen voor die Vlaamse regering. Je kan daar wat ja. verder mee strompelen, maar het zal niet meer zijn dan dat. We zijn begonnen met de woorden van uh, Egbert Lachaert op de persconferentie. Die man had hoop voor een nieuw project. Maar als ik u hoor, uh, dan moet er toch nog uh, een en ander door worden. Veel werk aan de en zullen wij ja. ook weer weten waarover gepraat we dit seizoen. Wat Verschelden, tot de volgende Dank u keer. Dank u wel. Ik ben Jan Jacob, vader van Jonathan. Mijn zoon is tien jaar geleden door politiegeweld overleden in, een in de cel van Mortse. Ik ga straks naar de zevende dag, omdat wat Jozef Schovanik is overkomen, me heel diep geraakt heeft. Ik ben op weg naar de zevende dag en ik kom straks praten over mijn papa en heel veel andere mensen die verblijven in een woonzorgcentrum, die vaak eenzaam zijn. Goedemorgen, mijn naam is Louis Talpe. Uh, wij zijn net klaar met een hele leuke ochtendloop. Ik ga me nu douchen, klaarmaken. En dan kom ik straks bij de zevende dag heel graag spreken over mijn nieuwe film, The Racer. Tot zo. Ja, we hebben een. Uh... Nou, dit geweld blinkt. Ja, dus een beetje rust en schoonheid. En we zijn blij dat we jou mogen verwelkomen, Jeff Neven. We zagen je net aan het werk tijdens een soort coronaconcert in het uh, UZ Gent. En het zal veel mensen opgevallen zijn, jij bent geweldig actief geweest tijdens de coronacrisis. Ja, ik, uh, ik, uh, ik wou mij nuttig inzetten. <laughs> Basically was ik thuis, was iedereen. En ik dacht van ja, dit is het moment om. Te doen waar wij goed in zijn als troubadour. Dat is muziek bij de mensen brengen. Elke dag zo'n ja. live gratis concert op Facebook, Chef Nevis. Soms moet je corona bijna dankbaar zijn als publiek. Ja, het, het was vooral ook voor mij een manier om, uh, om mijn dag nuttig uh, in te delen. En um, ik moet zeggen, ik ben er heel dankbaar voor. Dat ik ontzettend veel positieve reacties heb gekregen van, van, van ja. een, een groot publiek. Ik heb heel veel mensen beter leren kennen daardoor. Ook een nieuw publiek? Denk. Ja, ik denk het wel. Ik heb het vermoeden dat er heel veel mensen uiteindelijk mee zijn ingehaakt in de loop van, van het traject. En, um, en het is heel, heel ontroerend om al die verhalen ook te mogen lezen. Want mensen hebben mij overstelpt met, met berichten eigenlijk. Want we zijn nu een half jaar na 15 maart, het begin van, van de lockdown. Mm. Heb je het nood dat er meer gevoel is aan schoonheid, aan cultuur, aan muziek? Ik kan maar één ding constateren, dat is de, de, de concerten die wij nu mogen doen, hè, voor het beperkt publiek, die zijn meteen allemaal uitverkocht. Het dus, dus zelf... is natuurlijk rapper uitverkocht ja. nu. Ja. Dat, dus, ja, dus... <laughs> jammer genoeg. Ja, jammer genoeg. Ja, ja. Ja. Maar dus, ik, ik heb wel het gevoel dat mensen er echt nood aan hebben. Uh, dat, dat bewijst toch dat wij allemaal sociale dieren zijn, ja. dat wij toch... Uh, ja, op zoek zijn naar schoonheid, wij op zoek zijn naar verbinding en uh, warmte. Heb, heb je het gevoel dat het beleid, dat de virologen, dat de politici, dat die dat voldoende beseffen en inschatten, daar rekening mee houden? Wel... Ik kan mij niet van het idee om toen dat dat misschien geen prioriteit was voor hun. En, uh... en nog altijd niet. Kan u dat begrijpen dat dat misschien geen prioriteit was in het begin? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat er, een, dat er een totale paniek was bij iedereen. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Het is niet met alle respect dat je omdat je verkozen bent door een meerderheid van de bevolking, dat je ook een, een expert bent om dat soort van crisissen meteen 100% goed te behandelen. Dus ik denk dat er veel geïmproviseerd is geweest, in alle eerlijkheid. Ja. Uh, om te zien hoe dat, dat probleem moet aangepakt worden. en... Uh... Daar, daar moeten we geen tekening bij maken. Waar veel mensen samenkomen, komt er een soort van extra gevaar bij kijken. Dus het lag voor de hand, denk ik, om uh, in het begin te zeggen van ja, kijk, we moeten alle evenementen en alle concerten annuleren. Maar ondertussen weten we toch ook al meer en, en, uh, en zijn er gelukkig terug mogelijkheden om, uh, om voor beperkingen. Hoe dan ook, met, met wat er nu kan, is welk concert dan ook, welke theatervoorstelling dan ook, niet rendabel. Uh, kan er iets gebeuren om, om ervoor te zorgen dat die organisatoren, die, die kunstenaars, dat die financieel boven water blijven? Ja, ik denk dat er zijn verschillende oplossingen zijn. Ik denk uh, dat iedereen ondertussen ook wel stilletjes aan, wat het idee uh, overtuigd is dat we naar een 60% capaciteit moeten gaan van de zalen, dan kan het ja. wel. En dan kunnen we bijvoorbeeld terug het Sportpaleis voor 60% vullen, dan kunnen we het Capitool in Gent voor 60% vullen. Dat is denk ik iets wat, wat echt op tafel zou moeten liggen en dringend ook moet gekeurd worden. Belangrijk ook voor, voor mensen zoals jij, die soms hè, grote bezettingen nodig hebben. Dus veel muzikanten, dat ja. zijn natuurlijk geen goedkope optreden. Een man met een gitaar is iets eenvoudiger. Ja, klopt. Maar het is denk ik in ons collectief belang in, uh, uh Stel je voor dat deze situatie nog lang aanhoudt, dan staan er straks heel veel collega's definitief op straat. Dus Dat is nu al aan de gang. Ik, ken, ik heb nu ik heb muzikanten met wie ik al jaren samenwerk die een instrument hebben verkocht. Die ja. hebben dan Echt letterlijk tot, verkocht? Ja, die zijn omgeschoten tot postbode bijvoorbeeld in, in het geval van een bassist. En wiek, de droom dus loslaten. Ja, wij moeten onze kost verdienen. Dus als, als op een gegeven moment, als wij ja, met alle respect maar geen, geen mogelijkheid meer hebben om onze ondernemingen te laten renderen, ja, dan moeten wij oplossingen zoeken. Uh, Het is ook niet meer inderdaad naar jullie kijken als ondernemers, want daar wordt op een andere manier misschien naar gekeken dan naar ja, mensen. helaas dag. zijn wij door de jaren heen door bepaalde beleidsmakers uh, 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 in de hoek geduwd van subsidieslurpers en uh, zijn we vergeten dat er eigenlijk heel veel mensen zijn die, zoals in mijn geval, een BVB hebben en die een onderneming hebben en die dus eigenlijk. Ja. Zoals een bakker zijn brood moet kunnen maken, uh, een podium nodig heeft om een onderneming te kunnen laten renderen. Ja. Laten we het hier eens over ja. hebben. Want je hebt een nieuw werk, een plaat, Mysterium, met een hele mooie mysterieuze foto. Ja. Vertel er eens iets over? Wel, de plaat is dus gemaakt uh, vorige zomer, nog lang voordat er ooit maar sprake was van een coronacrisis. En eigenlijk, het, het idee achter Mysterium is uh, mijn nood om aan verstilling. Uh, aandacht te schenken om, om te kijken naar de dingen die er in de wereld vanzelf zijn, de prachtige natuur. Het durven stil worden, het, het naar binnen durven kijken. En uh, die plaat was af, en toen zijn we in een volle coronacrisis. Ja. Ja. eigenlijk het ideale medicijn wel voor die coronacrisis, die verstilling, dat naar binnen gaan kijken. Ja, maar ja, ik had ik eerlijk gezegd, uh, achteraf gezien, denk ik, een heel andere plaat ja? gemaakt. Ja, ik bedoel, want die, die coronacrisis heeft ons één ding geleerd: dat is uh, dat die verstilling ook uh, zijn randjes heeft. En dat, dat uiteindelijk, ja. uh, ben je dan ook blij mee met die plaat? Of denk je, ja, nu hop naar de volgende, want ik zou ze anders maken. Ik zou nu direct een andere plaat Haven gemaakt. Dus ja? in, die zin, in die zin is het een plaat die eigenlijk uh, echt uit een ander tijdperk komt. Maar uh, daardoor is ze wel zeer optimistisch. En, en uh, ik heb ze lang niet meer beluisterd. En nu uh, met de release een paar weken geleden heb ik ze terug voor opgezet. En, ...merk je wel dat er een heel positieve energie in zit. Ik bedoel, ik word er zelf happy van. Dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk en daar hebben de mensen eigenlijk heel veel nood aan, denk ja. ik. Ja. Je gaat, denk ik, zo meteen Adagio spelen. Dat is een uh, nummer voor een, uh, Adagio voor, een, uh, voor een overleden vriend. Ja. Um, een heel, heel, heel mooie... Ja, song mag ik het niet noemen, want het is, is louter instrumentale. instrumentaal. Hè? Ja, maar dan is het nog eens. Een song. Ja. compositie, ja. Okay. Ja. Goed. Ik stel voor dat we dat even niet... De stage is yours. Gaat u maar. Dank u wel. En uh, Jeff Neven trekt ook weer door het land. We hebben het er niet over gehad, maar hij heeft ook een uh, solo-project. Jeff speelt met u en jeff speelt nu voor u. Dus uit zijn uh, nieuwe plaat: Mysterium Adagio is dat. Mm-hmm. De oorzaak van mensen die sterven in zo'n woonzorgcentrum is eenzaamheid. Mm. Op mijn leeftijd kun je niet meer spreken van risico en feiten. Ik onder onder die een bubbel van vijf. Mm -hmm. Wie heeft dat uitgevonden? Wie zegt: je mag er maar vijf hebben die op, bij u op bezoek komen? Ik heb zes kinderen, ik heb tien kleinkinderen en ik heb drie achterkleinkinderen. Wie mag er dan bij mij nog komen? Huh? De noodkreet van Roger Liebaert in de afspraken van vele andere rusthuisbewoners en hun familie is nu gehoord. Want vanaf morgen versoepelen de coronabeperkingen in de woonzorgcentra. Die zullen nooit meer helemaal op slot gaan bijvoorbeeld. En zelfs bij een nieuwe uitbraak zal bezoek mogelijk blijven. En er mag ook weer geknuffeld worden. Hij, die lenaar, zei collega van bij Clara, ook jij, hè. jouw papa zit in een woonzorgcentrum. Je hebt daar ook de situatie aangekaart, hè. zoals meneer Liebaert. Zal er geknuffeld worden morgen? Uh, tussen mama en papa zal er ongetwijfeld geknuffeld worden. Ja, en je dat is, is heel, kort, heel mooi dat dat nu kan. Ik ga donderdag, ga ik, ja. en dan ga ik ook uh, knuffelen. Want... Voor de mensen die jou niet persoonlijk kennen, jouw papa zit in een woonzorgcentrum, jouw mama woont nog zelfstandig thuis. Ja, klopt. Op 27 november heeft papa een hersenbloeding gekregen. Dan heeft hij een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En dan was het naar een revalidatiecentrum. Daar heeft hij dan een tijdje gezeten. En dan was, het, dan was hij uitgerevalideerd in volle coronatijd. Dan was het niet simpel om een, om een woonzorgcentrum te vinden. Er waren... Ja, dat was een, een stop op, op verschillende plekken. Ik heb dat moeten rondbellen. Dus ik ben heel blij dat hij daar terecht is, is, is uh, gekomen. Maar ah, dus meteen met alle beperkingen van. Ja, hij is moeten met een taxi alleen uh, op de kamer. Uh, hij is moeten alleen verhuizen. Een foto van je ja, ouders. Dat was ja. voor de hele situatie. Dus hij is alleen moeten verhuizen. We waren daar niet bij. We hebben ook Zeef de kamer ook pas kwattig, afgezien je? totaal niet. Hij is uh, dement. Dus hij weet van corona. Krijgt dat niet uitgelegd? Uh, dat is allemaal heel moeilijk. Ook nu. Ik ben er dan vorige week mocht ik mee met mama, want tot nu toe was het één persoon, ook in een grote ruimte met plexiglas, een ovale salontafel, best wel afstand. Ja. Ja. We hebben daar ook dat was dan afgelopen ja, ik. donderdag, ja. Um, en um, ja, en met zijn mondmasker op verstond hij hem helemaal niet meer, omdat je er een klein beetje dat plexiglas is de weerspiegeling van jouw ja. mama voor wie goed ja. kijkt. Dus ja, dat staat echt tussen hen. Ja, dat staat. Er is best veel afstand. En als hij zijn mondmasker op heeft, dan versta je totaal niet wat hij zegt. Dat was ook uh, in de kelder. Er kwam ook de hele tijd een, een schoonmaakkar voorbij. Er was telefoongerinkel. Achter ons zaten ook nog andere mensen. Oudere mensen zijn vaak hardhorig. Dus je moet dan ook roepen, ja, ook al met dat mondmasker, die afstand. Dus er is heel veel afleiding. Wat voor iemand die dan in die toestand is, heel moeilijk is... Het knuffelen op zich had mij dan nu. Het was weer twee maanden geleden. Ik ben dan één keer op de kamer geweest. Toen was het vier maanden geleden. Toen de cijfers iets beter waren, was dat. Um, dan was het op de kamer, maar ook mondmasker, geen fysiek contact. En dus nu, hij wou mij meteen een knuffel geven. En dan moet je zeggen, ja, dat mag niet. Hij denkt dan dat er met hem iets scheelt of dat wij hem niet willen uh, vastpakken. Dus dat dat en gaat heel jouw mama allemaal. daarmee om? Ja, voor mama is het heel moeilijk. Ze zijn 52 jaar getrouwd. Um, zij is zijn mantelzorger. Hij moet in het rusthuis. Hij kan door zijn situatie niet naar huis. Dat is heel jammer. Heel veel mensen halen ook hun, hun dierenbaren naar huis nu, in deze periode. Wat ik je het ook anders best gedaan begrijp. Natuurlijk, natuurlijk. Mijn moeder heeft voor zijn moeder gezorgd, die heeft bij ons gewoond. Ja, ik heb nooit anders geweten. Die woonde in de boerderij naast ons. Dan is die bij ons ingetrokken. Dus ja, die heeft altijd bij ons gewoond tot het niet meer ging. Mijn mama en, en, en haar schoonzus hebben heel goed voor haar gezorgd, maar op de duur ging het niet meer. En wat zo... Waar ik, dan, ik heb uiteindelijk een open brief geschreven naar Wouter Beke, omdat het voor mij niet alleen over mijn moeder en mijn vader gaat. Ge, Gevoeld zo dat dat gemist wordt. Ook die getuigenis dan van... van uh, Roger Libaert ja, in de afspraak. Je sterft dan misschien niet van corona, je sterft van... Van eenzaamheid, het... ja. Ik, ik heb dan heel veel... Na die open brief, die publicatie, kwamen er heel veel verhalen binnen. Er zijn effectief mensen gestorven na, na maanden niemand gezien te hebben, waar niemand bij mocht. Ik kreeg ook verhalen van, van mensen uit de medische wereld, van zorgpersoneel. Want het was absoluut geen aanval op het zorgpersoneel of op de woonzorgcentra. Wat ja, maar ik begrijp rest, je natuurlijk ook... inderdaad dat, dat zij super voorzichtig waren. Want je kan natuurlijk zelf beslissen van we willen het risico nemen, maar je neemt meteen het risico voor op zijn minst de hele verdieping. Ja, maar er zijn kleine dingen. Hè. Dus toen mijn grootmoeder dement was en op het einde van haar leven in een rusthuis verbleef, het enige contact dat ik had met haar was. Oogcontact en haar hand vastpakken en, en lichtjes masseren. Dat was het enige wat, wat je kon doen, het enige contact wat je had. Maar als je je handen wast en als je je handen gedesinfecteerd hebt, kan je de handen van je dierbare vasthouden? Dat moet volgens mij kunnen. De verpleegsters hebben ook een gezin, gaan ook naar huis, gaan ook op vakantie, komen terug. Los van, van kussen of knuffelen is dat handcontact zo belangrijk en moet dat kunnen volgens mij. En er is nog altijd heel veel verschil, want de versoepelingen zijn er. Wij kwamen donderdag dan buiten bij papa. En dan heeft Wouter Beke inderdaad dus gepubliceerd op Facebook, hebben we dat dan gezien, we begonnen alle Laat twee smiddags. te wenen. We zaten ergens een soepje te eten in een brasserie, we hadden smiddags nog niet gegeten. We zijn alle twee natuurlijk, ja, die emoties die zitten zo, hè. Dus we zijn alle twee meteen beginnen wenen. En, um, maar dan achteraf hoor je dan nog dat het, ja... Het, richtlijnen of adviserend is niet genoeg. Ja, want het blijft wel ingewikkeld, hè? Is Ja. Er bijvoorbeeld vanuit het woonzorgcentrum van uw papa duidelijk wat. We kan... hebben een brief gekregen, dus effectief uh, er mogen ook minderjarigen. Mijn oudste dochter staat ook te springen om haar opa te zien. Ga je dat zelfs toe? niet geknuffeld te worden, ja, ja? absoluut. Dus met één volwassene. Ik ga dan mama sturen, want ik wil nooit in de plaats van mama gaan. Dus mama kan dan met mijn dochter, bij papa op de kamer. Ik ga ook zeggen, die hoeven niet aan elkaar te komen met mondmasker op, maar dat kan perfect zoiets. Want in ja, ik kan me inbeelden dat dit ook jouw leven bepaalt. Hè? Want je wil natuurlijk zelf ook geen risico's nemen. Ja, sowieso. Ben, ik ben risicopatiënt. Ik maak al sinds maart radio thuis. Uh, ik heb geen bubbel. Mijn mama heeft ook geen bubbel. En nogmaals, zijn, mijn mama is zijn, mantelzorger. Stel nu nog dat, dat als de cijfers heel slecht zijn, ik hoef niet eens naar papa te kunnen gaan. Er is een periode geweest van drie maanden dat er absoluut niemand bij papa mocht. Hij zat in dat revalidatiecentrum. Hij zat opgesloten op de kamer met zo'n halve deur, ze noemen dat een paardenstal. Dus je kan wel naar buiten kijken, maar je kan niet naar buiten. En als er dan niemand bij je mag, hij is daar ook heel erg achteruit gegaan. Dat is eigenlijk. Niet te doen. En, en als dan de mantelzorger... Je kan, nu zijn er uh, mensen die werken in een woonzorgcentrum, die preventief getest kunnen worden. Je kan dat ook doen voor de mantelzorger. Papa had een zonde, om naar het, uh, dus hij hoefde niet naar het toilet te gaan. Nu is die zonde er niet. Als mama daar is, ze kan ook helpen met het aankleden, het uitkleden, naar het toilet gaan. Dus je kan op die manier ook zorg wegnemen. En dan, dan hoeft er niet eens ander volk bij. Maar ik denk dat dat soort dingen, dat daar wel over gepraat kan worden. En wat nu zal kunnen, is dat voldoende? Het is voldoende als het overal kan. Want ik, ik krijg ja. nog, als ik naar de bakker ga, mensen spreken mij daar nu over aan. Een vrouw die bij ons bij de bakker werkt, die haar man zit ook in een woonzorgcentrum, daar is bijvoorbeeld nog altijd de Babbelbox. Dus niet op de kamer. Of geen fysiek contact. Er zijn mensen die een brief hebben gekregen van ja, we hebben doorgekregen dat de versoepelingen er moeten komen. Maar de directeur is met vakantie, dus we gaan het toch even zo doen. Maar die mensen hebben vaak niet nog even. Weken, maanden, jaren. Die mensen zijn oud. Die mensen zitten aan het einde van hun leven. Dat is zo belangrijk. Dat is en, gewoon en, en, echt en, en, urgent. Ben je dan ook van het standpunt van je moet die mensen gewoon de keuze laten wat ze willen? Ja, natuurlijk. Het is ook garen... zoals Lisbeth zegt, hè, als je een keuze maakt voor. voor Iemand, ja, die zit in een woonzorgcentrum, daar zitten ook nog andere mensen. Mm. Daar moet over gepraat mm. worden. Dat, dat is natuurlijk heel riskant, dat, dat begrijp ik. Maar zoals als je handen, je moet binnengaan, je koorts wordt gemeten, je moet je handen wassen, desinfecteren. De handcontact moet kunnen, leg dat vast, geef dat als richtlijn, zeg gewoon dat dat moet kunnen. En dat is zoiets dat dan, ja, Wouter Beek is, is, is die minister. Van ons, van de mensen. En die moet zeggen dat dat moet kunnen. En dus dat was mijn oproep voor meer heeft hij eigenlijk menselijkheid, zelf meer mogelijkheden. Naar jou meer. Toe gereageerd? Hij heeft mij een mail gestuurd ja. die ik dan ook heb gedeeld. Want, want ik sprak niet alleen voor mij, ik, ik wil graag voor iedereen spreken. Want er waren ook al mensen die tegen mij gezegd hadden: Bel naar het rusthuis. Want als dat mijn ouders waren, het moet toch anders kunnen. Of de burgemeester van Beringen ja. had mij dan ook gecontacteerd. Maar ik, ik hoef geen oplossing voor mij. Ik wil graag... Ja, er zijn vele Heidi Voila, er zijn vele Mama's mensen die daar zitten, zoals ook Roger daar zit. Ik ben ook blij dat hij heeft kunnen praten. En dat is gewoon te urgent, dat is te belangrijk. Er zal veel geknuffeld worden ja. in onze woonzorgcentrum van de week, denk Absoluut. ik. Absoluut. Dank je wel, Heidi Leenerts. Graag gedaan. Sportan, gisteravond hebben de rode duivels hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Op bezoek bij Denemarken werd het 0-2. Ook zonder een aantal sterkhouders komen de Rode Duivels in een nieuwe witte uitrusting al vroeg op voorsprong. De Deense doelman tikt een vrije trap van Carrasco nog tegen de lat. Maar op de daaropvolgende hoekschop is het wel raak. Jason de Nijer zorgt na negen minuten al voor 0-1. En een kwartier voor het einde stellen de Belgen de zegen veilig. Lukaku en Tielemans scoren niet. Dries Mervens doet dat wel. 0-2 voor de Rode Duivels. Het is voor hen al de elfde overwinning op een rij. En atletiekliefhebbers konden eergisteren smullen van een fantastische Memorial van Damme. Weliswaar op televisie, want omwille van corona waren toeschouwers niet toegelaten in het Koning Boudewijnstadion. En er sneuvelden die avond ook heel wat wereldrecords. Met een glansrol voor onze landgenoor Bashir Abdi. Het gaat om deze Brigitte Koskei en de Nederlandse Sifan Hassan. Nu Hassan die doortrekt. Hassan probeert nu die laatste minuut in haar voordeel te beslechten. Het uur is voorbij. Hassan is de nieuwe werelduurrecordshuis. Bij de vrouwen 18 km 900. Dat is een incredible distance. Ja, dat is echt fantastisch. Ik ben heel blij. Kijk, krijgen we hier een Belg met een wereldrecord? Ja, ja dat is mooi. Een eerste wereldrecord voor Bashir Abdi. Mooie gesten van uh, Mofera. Pak jij het uh, 20 kilometer wereldrecord en ik het werelduurrecord. Mo de de wereldurecordhouder. Fantastische race. Fantastisch gedaan. 21 kilometer, 330 meter, Chris. 45 meter verder dan Gebre Salasje. Dat is ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik record today. Me en Bashir werken samen. Ik ben heel blij voor hem en voor mezelf. Wat een amazing way you know, to do it. Ja, en bij ons twee supergelukkige mensen, denk ik. Cedric van Brantigham, CEO van de Memorial. En uh, vooral misschien Bashir Abdi, wereldtekorthouder. Hè? Proficiat. Dank je wel. Ja. <laughs> ben je ervan bewust dat je samen met Mo Farah eigenlijk wel atletiek geschiedenis hebt geschreven? Um, ja, absoluut wel. Um, de, de de dag van de wedstrijd, de avond van de wedstrijd, was ik echt niet mee bezig. Maar het, uh, sinds uh, dat ik terug ben in Gent, merk ik hoe groot de prestaties ja. zijn. Word je dan overspoeld met reacties vanuit de hele wereld? Ja, die zijn te veel om allemaal te beantwoorden. Uh, dat zal ik heel rustig doen komende dagen. Voel je dat eigenlijk meteen als je begint te lopen, die avond zelf, van zit hem in de benen, het gaat lukken? Um, ja, nee, absoluut niet. Nee. Uh, je hoopt het gewoon, maar uh, je het wat je doet uh, is heel moeilijk om te voorspellen. Um, ik heb uh, heel hard getraind uh, samen met mijn uh, goede trainingspartner Farah, uh, in, uh, in de Franse Brenne in Form. Ja. En we hebben heel hard getraind en uh, we hebben echt het doel van gemaakt om uh, dit waar te maken. En was het afgesproken dat jij onderweg dat record op de 20 kilometer ging pakken? Eerlijk heel raar dat heel veel mensen dat afgesproken was, maar totaal niet. Um, het was zo dat, wij, um, dat er was een virtuele haast die mensen meeliep. En op bepaald moment uh, was er iets mis ik, mijn, uh, mijn manager Jos Herman, uh, oprichter van NN Running Team, um, was op de baan en uh, die gaf aan dat we te traag liepen en ja. op, uh, op 45, uh, na 45 ronden uh, hoorde ik dat we te traag liepen en begon dus ik hebt te Begon ik echt te meegepakt. twijfelen van hey, uh, het einde van de wedstrijd nu mag echt misgaan, niks misgaan uh, als we die wereldrecord willen lopen ja. en uh, nam ik over en echt onbewust kwam ik uh, door op de 20 kilometer uh, hoorde ik na de wedstrijd uh, van Cédric <laughs> dat ik wereldrecord gelopen ja Ik, kom, ik denk hè. niet dat hij te traag gelopen heeft. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> maar er zijn eigenlijk meerdere wereldrecords gesneuveld. Dat ja. was something magic in the air. Ja, absoluut. Er zijn vier wereldrecords gesneuveld. Hè. Het was goed begonnen met Peter Genijn bij de Paralympische ja. atleten. Die zijn eigen wereldrecord verbeterde. Ja, want we hebben, we hebben daar beelden van. Ja, we gaan misschien even meegeven meegeven. Ja, ja. Dus Peter Genijn, inderdaad, die uh, een nieuw record vestigt. Dat staat nu op 19 seconden 71 300ste seconden, seconden sneller dan zijn vorige wereldrecord. Dat eigenlijk nog maar een uh, maand oud was. Toen ook in het Koning Boudewijnstadion. En hij was, we gaan even luisteren, uiteraard geweldig gelukkig mee. Ik weet dat de conditie heel goed zit. Uh, maar ja, het wereldrecord hangt van zoveel af aan de wind, uh, alles. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben toch wel een beetje aangedaan. Het is vandaag ook de dag dat ik normaal in uh, Tokio moest rijden. Dus ja. Dat was goud geweest. Hè? Ja. Maar dus, ja, het was. Het was, ja, het was een bijzondere... magisch. En het, was een, het was een heel bijzondere avond. Je kon het eigenlijk al voelen in de loop van de dag. Uh, er was some magic in the air. De, de, de lucht, temperatuur was goed. Uh, er was geen wind. Hè. De, dagen ervoor, de dagen ervoor waren de Mo en Bashir nog samen met mij met de wagen naar het stadion gegaan. En er was nog iets te veel wind. Mm -hmm. hè. Uh, maar je voelde op de dag zelf dat het zo aan het opbouwen was. En ja, dat het uh, zo'n perfecte avond was. Maar natuurlijk, Bashir. Ja, Magic in the Air, maar geen publiek. Ja, Maakte klopt. dat een verschil? Uh, klopt. Eigenlijk Er waren er twee momenten dat ik merkte dat, uh, dat, er, dat je voelde de lichten van het stadion. Dat was het moment dat we binnenkwamen. Mm -hmm. uh, want bij de laatste schoolroom hoor je allerlei geluiden, allerlei gejuich. Ja. En uh, dacht ik, daar ja, was ik niet echt stil van. En dan kwamen we binnen en dan keek ik rond. En het was echt een leeg stadion. Ik uh, zag de enkele mensen van de organisaties, enkele camerablogen. Ja, het voelde een beetje emotioneel. En, uh, maar tijdens het lopen, uh, ja, je bent zo gefocust. En, uh, ja, en er, waren ook, er waren ook wel technische snoefjes. Ja. Dus er ja. er en, klopt, waren onder andere die, loopt, uh, elektronische ja. hazen met die lichtjes. Ik denk dat we daar ook beelden van hebben. Hebben jullie je daarop gericht? Heeft dat geholpen? Ja, absoluut. absoluut. Is, uh, zoals je hier ziet. Ja, en ook is, een de virtuele, virtuele Highlight Gamer Dat was voor. TV, en ja. uh, uh, en Allee, dus die blauwe lichten, daar is waar dat uh, ons gevraagd heeft om. Uh, en daarnaast ernaast en uh, Het was echt heel hulpzaam. Uh, ik ja? denk dat we in de toekomst meer en meer gaan zien. Uh, waarom, waarom help je dat? Uh, dan, je hebt gewoon meer informatie. Je weet dat je gewoon een perfect schema loopt. Mm. Ja, want ja. dus inderdaad, dat is eigenlijk, een, eigenlijk heb je een oplossing gezocht om van een groot probleem toch, een, toch iets te maken. Ja, een opportuniteit te maken. En ik denk dat we dat met verschillende zaken gedaan hebben. gezeten met de Wavelight. We hebben ook gezien bij de vrouwen. Uh, heeft het enorm al geholpen? De eerste wereldrekord sneuvelde daar met uh, Stefan Hassan. En dan ook uh, Mo en Bashir hadden ook hun rondetijden doorgegeven. Uh, helemaal op het einde is er in de software even een klits geweest. waardoor dat ja. even bij de achterhoofd is. En dat kon niet meer rechtgezet worden, want dan was hij helemaal weg. En dus voor hen was het dan nog beter dat hij toch liep. En als ze dan voor gingen gaan lopen, ja, ja. dan wisten ze de lichtjes mogen beperken. Dus niet ook meer bij gedaan. elektronische hazen kan het al eens fout lopen. In, inderdaad, jammer genoeg. Het is natuurlijk een technologische innovatie. Met innovaties weet je altijd dat er wel uh, iets klein kan fout gaan. Maar over het algemeen heeft het zeer ja. goed gewerkt. Dus een aantal van die dingen ga je wel dus, uh, behouden, ook als we. Ja, ja. Wat beter het volgend jaar het terug op een normale manier kunnen Ja, kunnen absoluut. Zien. Sommige van die innovaties zijn echt wel nodig, denk ik ook. En het helpt enorm ook voor de tv-kijker om, uh, om dat rechtpunt te hebben. En jullie collega's van Sport hebben iets fantastisch gedaan met het hologram van Heilied erbij te zetten. Dus ik denk dat dat allemaal bijdraagt aan de informatie. Nu, volgende week, um, wordt er in de hoogste klasse van het voetbal opnieuw met het publiek gespeeld. Ja. Hadden jullie dat uiteindelijk ook niet kunnen gedaan hebben? Het was moeilijk. Uh, wij hadden eigenlijk een goedgekeurd plan voor 10.000 ja. mensen, hè? goedgekeurd door de burgemeester en door uh, minister Weits. En toen, dat was, met die, de uh, eigenlijk voilà, toen was die fameuze, fameuze veiligheidsraad uh, in uh, eind juli. En uh, toen hebben wij ook onmiddellijk de beslissing genomen, nee, wij gaan gewoon naar een leeg stadion. Uh, we hebben heel veel afgesproken continu met de Belgische voetbalbond. De Rode Duivels spelen overmorgen ook in een leeg stadion. En er is toch een verschil met een uh, competitie. Er is een redelijk grote investering mm. om een stadion, zeker zo'n stadion als het koning Boudewijn stadion die niet meer van de nieuwste is. ...volledig proef te maken. Dat is voor ons voor één evenement, voor de Rode ja. Duivels ook. Een uh, voetbalploeg in de competitie speelt elke week of elke twee weken in hun stadion. Maar wat dus. betekent dat financieel, ik neem aan, dat dit absoluut niet voor herhaling vatbaar is? Uh, nee, absoluut niet. Uh, we zijn heel blij dat we het gedaan hebben. Hè. Getuigen, uh, hmm. de wereldrecord houden naast ons. Getuigen, de po positieve promotie voor België en Brussel in de hele wereld. Hè. Uitgezonden in 181 landen. En nog uh, ondertussen in veel meer nieuwsbulletins ook weer bijgekocht geweest. Uh, maar... Ja, dat, dat, dat gaat niet. natuurlijk. 14.000 mensen, 3.500 vips, dat vang je niet zomaar op. Ja. Zou je nog sneller gelopen hebben, had het stadion vol gezeten? Of maakt dat op zich dan, ben je zo in focus dat het eigenlijk niet uitmaakt? Uh, moeilijk te voorspellen, maar uh, die toeschouwers, ik heb laatst gegeven dat ik hier gelopen heb uh, met 45.000 mensen, was 2018. En ja, die sfeer heb je gewoon nergens in de wereld. Uh, die dus, memorial hoort gewoon met sfeer en met, met publiek. En, uh, ik hoop dat het uh, in de toekomst wel met publiek uh, doorgaat. Ja, hij was nu al memorabel, maar met meer publiek misschien nog bijzonderder. En nu? En nu? Uh, ja, moeilijke tijden. Uh, moeilijk om uh, iets te plannen nu op deze manier. Um, maar uh, het is wel zeker dat ik met deze conditie niet wil rusten. Um, um, ik ben aan het kijken met mijn management wat we allemaal kunnen doen met deze conditie. Het zou echt een zonde zijn uh, om nu uh, rustige te, pauze te nemen. En, uh, uh, maar uh, alles dat vraagteken. Ik, ik had heel graag gewild dat in mijn agenda in een wedstrijd opstaat omcirkeld in rood. Maar uh, dat is, mijn agenda is gewoon nu leeg. En, uh, mm -hmm. Is het aftellen na de Olympische Spelen dan volgend jaar? Uh, mijn spel is nog uh, ver weg, uh, ja. volgend jaar pas, uh, maar ik hoop het wel nog in 2018 nog uh, ja. Ja, wedstrijden te lopen. Uh, hopelijk uh, WK halve marathon zal doorgaan, uh, maar die is ook 50-50. Niemand weet of okay. het zal gaan, doorgaan of niet. En als jouw trainer nog gezegd dat je niet snel genoeg loopt, <laughs> ik zou eens mijn wenkbrauwen optrekken, Bashir als ik van jou was. Maar ik jullie allebei hartelijk danken? Graag gedaan, dank je. Niet nog meer sport straks, wel The Racer. En dat is een filmoverkoers. Hoofdrolspeler Louis Talpe, Megatobi, weet u nog wel, die komt erover praten. Maar eerst terug naar ons podium en de piano. Want jazzmuzikant Chef Neven is nog altijd onze muzikale gast vandaag. Net voor de coronapandemie toeslog was zijn nieuwe plaat klaar. En nu wordt het tijd om ze aan u voor te stellen. Echt mee toeren doet hij pas volgend jaar, maar van genieten kan nu al. Hier is hij met Sweet Sad Young Tenor uit zijn jongste plaat, Mysterium, Jeff Neve. Je mag ik. Naar nu de zaak Govanet. De dood van de Slovaakse zakenman blijft veel vragen oproepen en ook veel emoties losmaken. Maar wat vooral ook opvalt, zijn de vele gelijkenissen met die andere ophefmakende zaak van intussen tien jaar geleden, die van Jonathan Jacob. Ook toen schoot het gerecht pas echt in actie dat de beelden gelekt werden in een reportage van Panorama. Verre winde, legden de twee zaken naast elkaar. De beelden blijven sterk binnenkomen. U wees het dus gewaarschuwd. Die blijven binnenkomen. Um, goedemiddag uh, Anne van der Steen. U bent uh, de advocaat van Henrietta, de, de weduwe van meneer Govanits. En uh, welkom ook uh, Jan Jacob, de vader van Jonathan. Meneer Jacob, um, wat de mensen niet konden zien, maar wij wel, was dat toen de beelden verschenen, u meteen de blik afwenden. Ja. Tien jaar later blijft dat ondraaglijk om te dat is bekijken. Het is altijd ondraaglijk. Ja. Alhoewel, die beelden dus eigenlijk uw netvlees, nee, die mm -hmm. krijgen nooit meer af. Maar toch, als je die beelden op, ziet, is het altijd uh, even verschrikkelijk. Ja. Toen u voor het eerst, ik neem aan op televisie, de beelden zag van wat meneer Govanits is overkomen, dacht u toen onmiddellijk, ik herken dat? Onmiddellijk. Ik had onmiddellijk de link gelegd en ge ik voelde bijna dezelfde pijn, laat ons zeggen, hey, het was onmiddellijk zo Het is net hetzelfde als wat Jonathan overkomen is. Ja. En ja. u, en mevrouw ja, ja. van de Steen, toen u... Uh, die beelden ook voor het eerst te zien kreeg, mocht u toen ook onmiddellijk terugdenken aan deze zaak? Ja, de zaak van, van toen. Uh, dat, uh, dat herinnert iedereen zich. En, uh, ik wist al zelfs niet dat het zo lang geleden was, omdat uiteindelijk het uiteindelijk blijft uh, vreselijk die beelden zien in cel. en stellen. Ik heb nooit gedacht dat ik uh, tien jaar later uiteindelijk een zaak moest, uh, moest behandelen waar uiteindelijk hetzelfde naar voren is gekomen. Dus dat maakt het uh, ja, des te triester. U hebt ook zou begrepen, een brief gestuurd hè, naar de weduwe, naar Henrietta. Ja. Waarom hebt u dat gedaan? Ja, ik vond dus uh, destijds de uh, iedere steun is welkom. En ook wij, uh, toen wij dat meemaakten, kregen we ook uh, steun, steun van mensen die eigenlijk een beetje hetzelfde hebben meegemaakt. Hij, onze zoon is overleend door, door politiegeweld, maar waar, waar geen beelden van waren, die nooit gehoor gekregen hebben. Dus Jonathan was ook niet de eerste. En tussen wat Jonathan gebeurd is en, en nu met de zaak van Jozef, ik geloof dat er nogal mensen zo op die manier overleden zijn. Maar als er geen beelden zijn, dan heb je gewoon geen voet om op te staan. Mm. En als familie is dat natuurlijk... Uh, ik, hoor, ik weet ook wat Arietta dat gezegd heeft. Als je die beelden moet vrijgeven, dan is dat eigenlijk het laatste dat je doet. Ja, want het heeft natuurlijk geholpen, maar... Ik kan mij inbeelden, hè. ook zij zegt, ik hoop dat mijn, mijn dochter het nooit te zien krijgt. Die emotionele impact moet groot zijn. Hoe, was, hoe kijkt u er achteraf naar Dat was bij ons dat... ook zo. Dus uiteindelijk, hè, mijn kinderen hebben nooit een, een overleden broer gezien in die toestand. Want Jonathan was heel erg toegetakeld. En zij wilden dus het beeld van hem, het schone beeld van hem wilden. Maar dan uiteindelijk hè, komt die panorama op, op antenne. En we waren die, die avond bij onze, bij onze dochter geweest. Omdat wij wisten, ja, dat zal waarschijnlijk een schok voor haar zijn. En die is eigenlijk in allee, hysterisch en in uil uitgebarst als ze dat op die beelden zag. Die is ja. Uiteindelijk. Ja. We gaan zo meteen, want ze heeft u geantwoord, we gaan daar zo meteen iets uit laten zien. Maar die, die beelden, daar is veel om te doen. Hè. Er, wordt, er wordt door een aantal advocaten gezegd, ook bij de zaak rond Sanda Dia. Van die beelden spelen mee, worden gelekt met een bedoeling. En daardoor wordt het proces nu al op straat gevoerd, waardoor er achteraf geen eerlijk proces meer mogelijk is. Um. Ik hoop echt dat er een proces komt, want daar twijfel ik tot, tot vandaag ja. nog aan. Ja. Als ik de, de communiqué helemaal... van de uh, advocaat-generaal... Dat heeft uh, toch wel mijn dag zeer slecht gemaakt. Dat er eigenlijk op het ogenblik geen aanwijzingen, geen aanwijzingen zijn van, dat er fouten gebeurd zijn ja, in de politie. Ik vond dat heel... Je moest bedrof. naar de context kijken. Maar ik, ja, dan, ik, als ik eraan denk, dan, 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 dan word ik daar nog... Want aan dat was, zijn de woorden, dat was de context. Ik moest al die beelden in de context bekijken. Ik zie eerlijk gezegd uh, alleen maar de context van de gruwel. En dat je dit toelaat en dat je dit durft zeggen als advocaat-generaal, die toch wel um, moet onpartijdig zijn, want uiteindelijk heeft hij een verklaring gelegd, um, afgelegd die moet ingedekt worden door de onderzoeksrechters. Dus dan dacht hij weer, nu zit ik daar, he, in hmm. ja, dus die Maar de Hoge Raad van Justitie is het nu ook aan het bekijken. Dat is, dat is een Dat is een, een ruggesteun. Um, en ik heb mijn cliënten, vorig jaar was dat al doen, want ze was super ongeduldig. Ja, ze Wij, de beelden. Verleken. Ja, vorig jaar. En dan uh, natuurlijk, ik ben advocaat. Ik, ik, wat, we doen mij veel zware zaken. En uh, dan doe je dat zo maar niet. En dan heb ik haar gezegd: niet, je mocht dat niet doen. We hebben een verzoekschrift ingediend met al die uh, bijkomende onderzoeksdaden. Ik geloof als advocaat en toch nog vandaag nog altijd in het rechtssysteem. Soms is dat even wat moeilijk, maar ik blijf er toch in geloven. Ik, eh, ik heb het ook al een paar keer gezegd, er zijn supergoede rechters, goede onderzoeksrechters, goede politiemensen, zoveel, gelukkig maar. Maar zoals uh, je Fremasse zegt, het is een roulette vaak als je slecht terechtkomt. Ja, uh, en, en dan uh, een jaar later, als we dan de laatste keer het dossier hebben ingekeken, dan moest ik uh, even Henrietta gezegd van, uh, nu is het voor mij genoeg geweest. Ik heb gezegd, denk er toch nog maar eens over na, nee, want het is toch altijd een stap zitten moet zetten. Zeg, ik kan dat niet doen, hè, want anders uh, zal ik bij mijn stafouder vliegen. En dan heb ik gezegd, wacht, ik ga op vakantie. Um, ik ben twee weken gaan. Ze dus heeft me dan toch nog eens gebeld en zegt ze, Anne, ik heb iemand gevonden. Um, ik ga het toch doen en ben ik teruggekomen. En ze is dan inderdaad ook op ons kantoor gekomen. En dat was voor haar zeer moeilijk, zeer moeilijk, um, zoals ze het ook gezegd heeft. Um, die beelden was wel altijd de sereniteit zeker van dat dochtertje, want dat dochtertje kun je altijd wel een beetje op kantoor. Een beetje wat meneer op, Jacob op zegt, hè. Je wordt uh, op kantoor. De, de, de andere mensen. Ja, ja. Dus uh, en. Uh, maar toch, toch uh, zegt ze van, kijk, het, uh, het moet gebeuren. Uh, en eerlijk gezegd, uh, ja, ik kan haar nu echt volgen, want nu, nu heeft, heeft deze zaak de nodige aandacht. Ja, zelfs en de twee jaar is wakker geschoten. Ja, de ja, minister is wakker geschoten. Uh, maar uh, nu heeft deze zaak de nodige aandacht. En ik betreur dat, dat uiteindelijk de pers, en met alle respect voor de pers, want uiteindelijk de pers dit, allee, dit uiteindelijk een proces moet gaan voeren. Allee, een proces moet gaan voeren in die zin dat een zaak, nu toch hoop ik... Hoop ik, maar na de, de brief van de, van de advocaat-generaal hoop ik toch wel dat uh, deze zaak zijn, ja. zijn recht heeft. En en een gelukkig gevolg misschien is dat jullie daardoor met elkaar in contact zijn gekomen. U heeft haar geschreven, ik zei het al, ze heeft geantwoord. We gaan eens kijken naar een fragmentje daaruit. Ze schrijft, ik was diep ontroerd door het verhaal van Jonathan. Ik kan me niet voorstellen wat uw familie moest doorstaan gedurende een zeven jaar lang gevecht voor rechtvaardigheid. Zoals u zei, zou je kunnen denken dat dingen veranderd zijn na wat er met uw zoon is gebeurd. Het zijn begrijpelijke woorden, die laatste zin, maar... Klopt het wel helemaal dat er niks veranderd is na de dood van uw zoon? Er zijn vrij veel dingen veranderd. Uiteindelijk is er een verslag van de comité P, is er ook een onderzoek geweest aan de Raad van Justitie. Er is ook een Is Er een, veroordeling? Is een rapport van de Verenigde Naties enzovoort. In de zaak van Jonathan. Van Jonathan ja. 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 Maar uiteindelijk, ja, ik hoor op het ook van mensen die ermee te maken hebben, zowel in de zorgsector, de psychiatrie als bij de politie, ook de beelden van iemand die blijkbaar in de opleiding van de politie dat het zo ja. niet is. Dus meer ze mag. worden wel opgeleid ja. om dit beter aan te pakken? Ze worden opgeleid om dit beter aan te en pakken. En procedures waren toch ook wel verbeterd? De procedures zijn verbeterd, er zijn onze brieven, opleidingen zijn aangepast. Maar uiteindelijk, de dag zelf, wat er met Jozef gebeurd is, ik, ik dacht. Dan die man moet onmiddellijk geholpen worden, zoals bij Jonathan, ja. medisch gezien dan. Ja. Want hoe komt het ja. eigenlijk? Inderdaad, hè, meneer Jacob zegt, de politie is daar mee aan de slag gegaan. Iedereen heeft die beelden gezien, dus ook wel elke agent. Hoe kan het dan nu toch, inshallah, wa 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 waardoor is het daar dan fout gelopen? Gebrek aan opleiding? Ik, ik denk dat je inderdaad wel in mocht focussen op die agenten op dat moment, in die bewuste cel. Dus je hebt daar een aantal agenten die blijkbaar... Uh, hun opleiding niet goed hebben gevolgd en blijkbaar niet goed hebben geluisterd. Want ik denk dat als gewone mensen, um, als je zo iemand hebt, um, dan gaat je dat zelfs nog niet doen. Dus, en die mensen zijn daarvoor opgeleid. Um, en dan de, de sfeer waarin het is dat echt allemaal onkunde, gebeurt. Dus, onkunde, ja, onwil is Ik het... denk dat het onkunde is onwil. En als ik dan alles zie, ook de woorden die daar gesproken zijn, dan heeft men die man behandeld. Zoals een, ja, een beest. En ik, vind, allez, ik zie heel graag dieren, zelfs dieren behandelen zo niet. Dus zelfs op, helemaal op het einde, dan, hoe hij daar van dat bed is gesleurd geweest. Dus dan kijk je maar gewoon, hoe is dat nu in hemelsnaam mogelijk om op zo'n onmenselijke manier iemand te behandelen? Wat natuurlijk ook opvalt, is dat men daar op dit moment toch nog vasthoudt aan het idee van. Hè, daar is eigenlijk in C niets fout gelopen. Je moet naar de hele context kijken, want ik heb begrepen uit uw verhaal, want u hebt heel lang ook op zoek moeten gaan naar nee. uh, 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 gerechtvaardigheid, uh, uitspraak, dat eigenlijk het, het ergens kunnen toegeven. We hebben daar fouten gemaakt voor u. ...het allerbelangrijkste dus. Ja, maar dat gebeurt alweer na, na zeven jaar. Ja. Allee, door, door één iemand in feite. Hè. De teamleider, de teamleider van de Potienekes ja. heeft met Dat is de ja, enige waar we echt een goed gesprek mee gehad hebben. Ook moet ik zeggen, we met de directeur van de Broeders Alexiaan... ...we een goed gesprek gehad. Dus wij zijn die mensen daar zeer dankbaar voor. Want uiteindelijk... ...men, men is altijd op zoek naar de waarheid. We willen de waarheid weten. Ook wat er ook gebeurd is. Ook van meta en van dat onderzoeksrechten... ...mij zelfs afgeraden om die beeld te bekijken. Stel je voor... En toen heb ik hem gezegd, ja, omdat u dat afraadt, wil ik dat die beelden echt wel zelf zien. Want uiteindelijk, ik had er meteen bij neergelegd, als Jonathan er zo agressief geweest was, zoals men altijd had geschreven en gezegd, en de waarde verkeerde slagen, al, en, en dan, dan zou ik kunnen zeggen, ja, het, hij, hij wist was op dat moment van niet beter, hij was een psychose. En dan ligt het daarbij neer. Psychose, dat is dus een aandoening. Er zijn in de beide gevallen, denk ik, ook medische fouten gemaakt. Medische fouten, absoluut. absoluut. De ja. dokters die moesten tussen beiden komen ja. en dat op een ja. verkeerde manier hebben gedaan. Ja. ja, een beetje schaamteloos ook. Je hebt de eerste dokter die na vier uur pas toekomt, die het niet nuttig vond om... Als dokter kun je, toch, je kunt toch niet zomaar op iemand zijn gezicht zien wat die, welke aandoening dat hij heeft. Maar hoe, hoe komt dat dan? Ja, dan denk ik dat dat ook wel nog de orde van van is. Maar zijn die daarmee ja. bezig? Want iedereen focust nu wel heel hard maar, op politie en justitie. Maar daar, maar daar ja. gaat ja. Zijn ja, die het juist over. Dat is natuurlijk de taak van de onderzoeksrechter. En ik hoor het graag zeggen, op zoek gaan naar de waarheid en ook het onderzoek voeren tot het bod. En daar heb ik eerlijk gezegd, en ze kan nu boos zijn op mij, eerlijk gezegd de intentie dat dat niet gebeurd is. Je hm. moet je maar voorstellen, er valt daar een dode mens en het is... Cliënten die zelf een klacht met burgerlijke partijstelling moet indienen om haar recht te gaan halen. Als iemand dood is, dan dat het parket onmiddellijk gaan moeten zien. Nee, men heeft het onderzoek opgestart, dus een opsporingsonderzoek. met uiteindelijk dat Jozef nog een klacht aan zijn been had voor weerspannigheid. Sal dus vier, dat wil zeggen, hij moet ondervraagd worden over die feiten. Ondertussen zit die man in de cel, want u ziet nu het eindbeelden. Maar zoals ik nu de beelden heb gezien van uw zoon... Zo begint het ook met onze cliënten. Dus dat, dat die man van uren aan een stuk heeft. die heeft, vreselijke beelden. Ik zeg het, we kunnen uren naar kijken. En dan ziet je op het eerste gezicht dat is daar iets fundamenteel fout is. Die dokter komt niet toe. Dan uiteindelijk ja, begint men toch te panikeren. Er komt daar die Zat andere dokter het, toe? het grote ding ook. Want u zegt, ik heb ondertussen nog mensen gesproken en ik ben er zeker van dat er tussen Jonathan en Jozef nog zaken zijn, maar zonder beelden. Is dat nog ook altijd het grote pijnpunt dat... Het heel moeilijk is om binnen het korps zelf de eigen onderzoek naar de eigen fouten te doen. Dat dat nog altijd iets is waar men eigenlijk de rangen dan liever sluit? Is ik dat denk dat wel. Dus Ergens beschermen ze elkaar. Allee. Ze willen dus hun eigen is niet bevuilen. Hun naam, hun faam staat op het spel hier als dergelijke dingen lekken. Nochtans vind ik zelf. Dat, er zijn, zoals meester Han komt te zeggen, er zijn heel veel goede politiemensen. ook. En uiteindelijk, door zo'n optreden, uh, halen ze gewoon de naam van, van, van de politie naar beneden. Dat zou het niet mogen. Maar ik begrijp ook nog altijd niet waarom er geen klank bij die beelden hoort. Hey, nu lees ik van. Ja, begrijp, begrijpt ja. u dat? Nee, nee. Maar uh, er is er klank bij die beelden. Nee. Bij de beelden die wij hebben, daar is nee, geen klank. Er is geen klank. En bijvoorbeeld ja. ook als... Je en zou, dat zou... Moeten? zou dat moeten, denk ik. Ja, ik? Ik denk het wel, maar het zou nog verschrikkelijker zijn. Ik heb gisteren gelezen... gelezen. Uiteraard, maar... Ja. Allee, dus men heeft daar een van die agenten omschrijft. Um, uh, want ik, heb, allee, ik vind het wel raar dat het gisteren in een bepaalde krant stond. Um, dat hij huilt zoals een... Allee, het is zo chockerend. Ik moet ik moest, ik moest zeggen, ik was daar even, gisteren ook ik word daar teruggeconfronteerd als advocaat, dat hij huilde zoals een beest. Allee, als een agent dat zegt, hij huilde zoals een beest, dat is toch vreselijk. En als er dan geen klik gaat als, als agent om te zeggen, van kijk, er is iets mis met die man, als je dan ja. nog die stappen niet zet. Trouwens, er zijn veel cellen, er zijn ook cellen die volledig afgemaakt zijn, zo met die, die eierblokjes, zo, waar dat er niemand zich kan, kan. Juist omdat je met sommige mensen die... Die, ja, die had uiteindelijk er ook niet kunnen aan doen, want daar gaat het over. Die man kon daar ook niet aan doen. Um, men had hem in zo'n cel moeten steken. Allee, in feite hoorde hij in een cel thuis, in feite hoorde hij thuis in een, een hospitaal, laat dit duidelijk zijn. Maar dat heeft men dus ook niet gedaan. En men, men kijkt daar, ik denk dat Party partytime was, eerlijk gezegd, de vrijdagavond op de, in Gossely. En uh, men, daar, men kijkt daar gewoon naar als dat een film is. En dan zie je inderdaad de uitdrukkingen, de woorden, en de gebaren en ja, de attitude. Ik noem dat altijd de dédain van dat moment hoe dat men onze cliënt heeft behandeld. Meneer Jacob, ik wil afronden met nog een fragmentje uit die brief die u gekregen heeft van Henrietta, de, de weduwe van meneer Govanitz. We halen dat erbij. En, en eigenlijk de laatste zinnen. Het moet ongelooflijk moeilijk zijn om te leren leven zonder hem. Bedankt voor jouw brief, Jan. Het zou een eer zijn als ik jouw familie op een dag kon ontmoeten. Wil u haar ontmoeten? Ja, ik denk het wel, ja. En wat zou u haar willen zeggen? Ja natuurlijk In de eerste plaats weer en inderdaad, je leven is nooit meer zoals het was vroeger, je leven verandert totaal. En je moet het natuurlijk, hè, de mensen zeggen altijd, het leven gaat verder, hij moet het een plaats geven en dat is zo. Maar kijk, ik had het hè, een zekere plaats gegeven en dan gebeuren er weer zo van die dingen. En dan, het is precies, alles zit in een doos, al mijn dossiers waren weggeborgen. En op die dag gaat alles open en dan komt weer alles naar boven. Gaan ze elkaar ja. ontmoeten? Komt zij... Ja, ja ze zal zeker komen voor de wedersamenstelling. En uh, ik heb haar uh, gisteren ook nog, uh, nog gebeld, ook, uh, ja. in verband met... Uh, ja, ik bel haar elke dag nu, om vragen de het naar haar gaat. En wil zij Mark de Mesmaker ontmoeten, de baas van de politie? Want die heeft dat aangeboden. Hè? Die heeft dat aangeboden, ja. Uh, daar dat, zijn is... we. dat ligt moeilijk dat is... na de communicatie ja. van donderdag. Omwille van dus de advocaat-generaal. Maar het zal hopelijk toch nog de gevolg kennen, allemaal. Bekijk Ik ook wat die wederzamenstelling zal opleveren. Anne van der Steen en uh, Jan-Jacob, hartelijk dank, dank je om te willen komen. Dank je, wel. Dank je. Ja, we hadden het er al over, de rol van de pers. En uh, de rol van de pers is deze week ook druk besproken bij de zaak rond Sanda Dia, de student van 20, die stierf na een doop van studentenclub Reuzegom. Advocaat Joris van Kouter, uh, die een van de leden van Reuzegom verdedigt, die zei dat alle tweede processen nu al in de media worden gevoerd met lekken die nooit onschuldig zijn. Dat is het probleem van de journalist niet, maar toch wel. Waarom? Omdat hij gevoed wordt door een bepaalde hand. Mm -hmm. En hij bijt niet in de hand die hem voedt. Het gevaar is ook dat je het evenwicht van het, het systeem uit, uh, gaat gaan verbreken. Wanneer dat je altijd één partij... En ik heb het dan zonder te vermelden wie dat uw bron is... Gaat gaan, gaan, gaan aan beeldvorming geven. En dat is schadelijk. En dat is problematisch. En dat is gespeeld met vuur. Ja, en voor dat soort vragen, daar hebben wij Tim Pauwels voor, ombudsman van uh, VRT. Eerst uh, beginnen hè, bij uh, advocaat Joris van Kouter. Die vindt dat journalisten te makkelijk meegaan in informatie die hen wordt gelekt. Heeft hij een punt? Dat is een probleem dat zo oud is als de journalistiek. Het is niet alsof journalisten daar nog nooit over hebben nagedacht. Hè. Waarom geeft iemand mij informatie? En hoe kan ik toch ervoor zorgen dat ik... Daar kritisch over blijf. Maar kunnen we het er nu over eens zijn dat in dit geval we als samenleving toch blij mogen zijn dat die beelden bekend zijn en dat we ook kunnen nadenken over een beleid dat daarmee gevoerd kan worden? En ook, over... en ook advocaten kunnen met. In dit geval tegenargumenten om het zo te Wel, zeggen? Iedereen strijdt ook met gelijke wapens. Meneer Van Kouter is actief in de zaak Reuzegom. Als hij zaken in de openbaarheid wil brengen, omdat hij denkt dat dat in het belang is van zijn cliënt, kan hij dat ook. Wel belangrijk is dat iedereen recht heeft op individuele beoordeling. Dat geldt voor de leden van Reuzegom, dat geldt voor ruilschoppers op het strand. In Blankenbergen, dat geldt ook voor die agenten. Journalisten kunnen alleen in heel algemene termen over iets spreken. Die kunnen zeggen, dat gedrag is daar waarschijnlijk niet zo professioneel. Maar hebben die mensen een fout gemaakt? Is dat een misdrijf? Wie is er meer of minder verantwoordelijk? Ja, dat is aan de rechtbank. En dat wordt in de verslaggeving ook vaak genoeg gezegd. Dat is aan de rechter. Krijg je ook veel vragen, onder meer over die zaak Govanet? Zijn er veel kijkers die daar... Ik ja, krijg sinds corona zo verschrikkelijk veel vragen en, en opmerkingen dat ik ze zelfs echt niet meer allemaal kan beantwoorden. Ik lees alles, ook over Govanes heel veel. En de meest gestelde opmerking is eigenlijk die beelden. Mensen, alsjeblieft, ga daar zuiniger mee om. En ik vind het eigenlijk wel goed dat mensen dat ook melden, want... In de televisiebranche ja, zijn we misschien toch wat ongevoelig daarvoor. Het gaat toch om beelden van iemand die vecht voor zijn leven. Je zag het ook ja. hè, bij vader Jacob. Tien ja. jaar later kan hij nog niet naar de ja. beelden dus die, kijken. We zijn natuurlijk een beeldmedium hè. En, en die beelden hebben maatschappelijk belang. Maar gebruik ze om iets te tonen. Je hebt ze nu net getoond om was, was, was om dat duidelijk goed, te maken. Was dat een goed gebruik en je mag eerlijk zijn? <laughs> ik vind het wel, omdat je duidelijk maakt: er is een parallel met Jonathan Jacob. Waar ik trouwens al een tijdje voor pleit dat de redactie daarnaar zou verwijzen. En dus je, het is het beste dat je dat gewoon toont. Wil je tonen dat er een deken is gebruikt, dat er een injectie was, dat bepaalde gebaren zijn gemaakt, ja, dan toon je dat op die beelden, dat is logisch. Maar ik heb ook wel de indruk dat het soms gewoon vulsel was. Ja, was? Dat het, dat het, is? Ja. Heb je de indruk dat, je, dat er iets gebeurd is? Er is een mail geweest van de hoofdredactie naar de redactie om te zeggen, kijk, we gaan die beelden veel functioneler gebruiken, we gaan veel meer foto's gebruiken van Jozef Kovanets. Het is nog niet helemaal wat ik zelf graag zou zien, maar het is toch wel veranderd. Dus er is impact geweest van de kijker, de lezer en de luisteraar op wat de redactie... Los is. van het juridische is hier ook een, een politieke kant aan de zaak geweest. Natuurlijk. Jan Jan Bon en zijn communicatie, die, die onder vuur heeft gelegen bij de Standaard, heeft de ombudsvrouw het verwijt gekregen dat de krant partijdig was tegenover Jan Jan Bon. Ik neem aan dat dat hier niet anders zal zijn. Absoluut, ja. ja. Elke politicus heeft zijn, heeft zijn aanhangers. Hè. Um, maar... Mensen mailen dan en zeggen, de VRT moet neutraal zijn en objectief. Die woorden staan eigenlijk niet in het redactiestatuut, ook niet in het mediadecreet. VRT moet onpartijdig zijn, VTM ook trouwens. Mm -hmm. En onpartijdig betekent dat er ook nog wel ruimte is om kritisch te zijn. Als een minister verklaringen aflegt die niet kloppen... Ja, dan moet de journalist zeggen dat dat niet is zoals het hoort. En dat mag ook. De onpartijdigheid zit hem erin dat je dat goed beargumenteert, goed uitlegt, dat je fair bent en ook dat je voor iedereen even kritisch bent. En ik denk dat dat wel mag gezegd worden. Want herinner je de zaak Jokke Schouwvliegen, Vlaams minister, die verklaring aflegde over de staatsveiligheid die ze niet hard kon maken? Daar is toen ook veel kritiek ja. op geweest. De toon is wellicht ook belangrijk? De toon is ik, ik ben een koele minnaar van een toon à la. Kijk eens wat ik hier durf te zeggen. Ik vind niet dat politieke journalisten dat moeten doen. Maar een politiek journalist, ook van de VRT, mag zeggen, ja, dit is een deuk voor de geloofwaardigheid van Jan Bon, want dat was het wel. Er zullen ook mensen zijn die wellicht vinden van er is misschien te veel gefocust op Jan Jan Bon. Het grote probleem is toch wat daar politie en, en justitie heeft, ja, heeft gedaan. Maar Jan Jan Bon is ook verantwoordelijk voor de politie. Er is natuurlijk ook wel wat evolutie in. We praten nu meer bijvoorbeeld over de rol van het gerecht, dat is ook zo. Dus het is zeker niet da daartoe beperkt gebleven. Maar we komen toch vooral iets te weten over de politie. En dan over de luchthavenpolitie van Charleroi. En daarbij geldt niet alleen het juridische, maar ook het ethische, dat we als samenleving zeggen: als ik ooit de controle over mezelf verlies, dan wil ik niet zo behandeld worden. En welk beleid gaan we nu voeren om dat te verbeteren. Dus Dat hebben we geleerd over die politie. En het is logisch dat we ons afvragen: wat moeten we nu doen? Ik heb het zelf eens nagevraagd. Er is opleiding. Bij de interventieeenheden geweest. Ik hoor hier nu daarnet zeggen. Ook op de politiescholen wordt er over gesproken. Maar dat neemt niet weg dat heel veel agenten die opleiding niet gekregen hebben. Van de mensen die daar in die cel staan, gaan er velen die opleiding niet gehad hebben. En ik vind dat we als samenleving en als journalisten er ook begrip voor moeten hebben. dat het niet eenvoudig is. Je zal als agent maar de opdracht krijgen. daar is iemand met zijn hoofd tegen de muur aan het slaan. Zorg eens dat hij daarmee stopt. Dat is niet makkelijk. Je gaat waarschijnlijk dingen moeten doen die er op beeld niet fijn uitzien. Maar daarom moet je er ook voor opgeleid worden. Ik denk dat veel van die mensen die opleiding niet gehad hebben, dat is wat ik hoor van de federale politie, van de officiële woordvoerders als ik het vraag, dus als de politie stop vindt dat ze iedereen recht in de ogen kunnen kijken, ja, dan moeten ze ook antwoorden waarom die vooral gemeende opleiding er niet is. Ja. Ook. En dat zal inderdaad nog ongetwijfeld vaak ter sprake komen hè, de komende weken en maanden. Tim Pauwens, tot de volgende keer. Dank je wel. Geweldig begin. Louis <laughs> Talf, goedemiddag intussen. Je Hi. schittert in jouw eerste grote hoofdrol. Meteen ook een internationale film, hè, The Racer. Morgen ja. uh, première. Mm -hmm. Het gaat over de koers, dat had ik al door. Ja. Uh, maar voor een keer gaat de hoofdrol niet naar de kopman, zeg maar, maar naar de knecht. Hè, ja. In jouw geval, mm -hmm. Dom Chabol. Ja. Wie is Dom? Dom is een, uh, een Belgische wielrenner. Hij is een uh, superknecht. Uh, vergelijkbaar met een. Uh, Ilio of, is of echt een, een typische lead-out man um, die voor de ploeg dus effectief wel de kop aantrekt uh, bij een sprint. En um, Dom is iemand die zich uh, heel erg vasthoudt aan het leven dat hij kent. Dus uh, het leven van onderweg zijn, trainen, met de ploeg bezig zijn, met zijn soigneur goed overeenkomen. En hij nadert wel het eind van zijn carrière. Hij dus dat wil speelt zelf een beetje. Ook een keer schitteren? Wel, dat is de droom van veel wielrenners, denk ik. Ik bedoel, je, ik denk dat je soms wel effectief. Um, op je plaats zet als, als kopman of als, of als helper. Maar natuurlijk, elke Renner droomt van winst, van zijn handen in de lucht te steken en te van Ik heb dit, ja. uh, dit gewonnen. Dus dom ook. Ja. Nu jij nog iemand bekend doet mee in die film... En Matteo Simoni. Ja. Um, twee, allebei een mooie rol in een internationale film. Mm -hmm. Het is door een Ier geregisseerd. Mm -hmm. Twee Vlamingen, omdat wij nu eenmaal een wielerland zijn, of waarom hebben ze voor jullie gekozen? Het is een co-productie, dus een Iers productiehuis, een Belgisch en een Luxemburgs. En dus caviar is onze Vlaamse producent. En zij hebben dus, ik denk ook met Taxhelder en deels met de castings zich bezig gehouden. En zo zijn ze initieel bij Matteo terechtgekomen voor de rol van Tartar en dan bij mij later voor de rol van Dominique. Ja, ik heb begrepen dat ze aan, aan die eerste regisseur een, een Instagramfoto van jou getoond hebben, dat die meteen zoiets had van, dat is de man. Oh, dat wist ik zelf ja, niet. Kijk, jouw looks en jouw lichaam zullen geholpen hebben. Ja, ik heb ik een heb, um, telefoon gekregen van mijn Engels management en ze zeiden van, uh, nou, we, we've, um, we've showed your reel to the director. Dus ook denk ik ook een, een paar scènes van mij, uh, van Engelse self -tapes en dergelijke. En ik heb toen met Kieran gesproken. Uh, hij, hij voelde onmiddellijk mijn passie voor het uh, wielrennen wel aan. Want je bent een triatleet, dus je bent een triatleet. Dus ja, ja, ik fiets wel uh, ja. ongeveer 10.000 km per jaar. Right. Is... Matteo heeft wel moeten trainen, heb ik begrepen. Ik heb ook getraind, nog ja. meer dan, uh, dan normaal. Ik heb vooral uh, gewicht verloren, maar Matteo heeft effectief ook zich, uh, zeer goed voorbereid. Ja. Ja. Nu, het, het is, wat is eigenlijk de film? Uh, is het een, een ode aan de koers? Of een ode aan de knecht in al de betekenis dat dat woord heeft? De, um, de kleine man? Nee, het is niet per se een ode aan de knecht. Het is effectief een soort van drama. Van, het, is een, het is een persoonlijk gevoel van, van een renner die, die wilt zich krampachtig bijna vasthouden aan het leven dat hij kent. En, um, het, het is niet zozeer een, een ode aan de koers. Natuurlijk, de Tour de France is fantastisch en, en wij Vlamingen houden van de koers. Ik moest me vaak inhouden om, om niet te zeggen tegen Kieran: We should launch the film when, when the Flemish um, uh, um, races are starting. Omdat, omdat Vlaanderen zo groot is um, uh, voor de koers. Maar uh, corona ja. heeft dat, dat ook een beetje in de war gezet, denk ik. Absoluut. Maar, maar je zegt, de tour is fantastisch, de koers ja. is fantastisch. Ja. De tour is niet altijd fantastisch, hè, want deze film die speelt met name in de Tour de France van 1998. En dat is de. Dopingtoer aller tijden. Hè? De is bekend als de Festina -tour. Tour. Dus uh, inderdaad, de Tour du dopage. We dan daar ook over? Het, het zit bedrog, er zeker in bedrog om de droom te kunnen blijven waarmaken. Het zit er zeker in. Um... We zien hier ook hè, Matteo Simoni, de kopman, die moet weten of welk bloed van hem is en het dan maar voelt. Ja. Maar dat, dat zit er heel hard in. Een, het zit er niet heel hard in. Wij. wij um... We don't judge. Uh, wij wij ja. veroordelen niemand. Uh, het, zit, het zit er open en bloot in. Het uh, is geen aanklacht tegen de doping? Nee, absoluut nee? niet. Um, het is iets die zich in die tijd wel heeft afgespeeld. En er zaten ploegen in die dat deden. Um, uh, we kennen het allemaal, het verhaal. En tegenwoordig wordt dat volgens mij bijna niet meer gedaan, of veel minder. Het wordt ook veel sterker veroordeeld door, uh, door de renner zelf. Maar toen werd het niet als, als echt foutief aanschouwd. Als je het niet deed, kon je misschien soms niet mee. En, um, en Dom zegt het ook op een bepaald moment. Hij zegt, everybody does it bijna dat tegen beter weten in. Dus wij, wij, wij toen, veroordelen... Toen was het, het. toen was het ook zo, hè? Ja. 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 Dus um, en ik, 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 ik heb te veel romantiek en te veel liefde voor de koers om dat nu uh, niet meer graag te zien, ja. de koers. Ja, is het ook ergens op echte anekdotes en zo gebaseerd? Ik bedoel, uh, Matteo Simone speelt een Italiaan. Toen hadden we uh, Pantani. Zit het, ja. het daar linker in of is dat allemaal toeval? Hij heeft, zich, hij heeft zich wel ingelezen over de koers en hij heeft zich ook... Wie is, is Dom? Dom is... Je kunt hem niet vergelijken met een bestaande, oh. met een bestaande renner, maar dus een Mark Renshaw die, die de sprint aantrekt voor Cavendish of, of Ilio Keijs of, of tegenwoordig een Tim de Klerk of zo bij Quickstep. Dat zijn de mannen die effectief wel 200 kilometer aan kop van peloton tempo maken en dan op het einde gewoon verdwijnen uit beeld. En, en dom is iemand die dat ook doet, maar ook vooral de sprint aantrekt. Ja, maar dus. er zitten geen echte dingen in? Nee, nee uh, behalve die doping dan, denk ik. Ja, het ja, is en, niet gebaseerd op misschien... Ulrich en Pantani en, het en dergelijke kleur, meer. Het, kleur, het roze kleur was een beetje, is een beetje Ulrichs um, uh, kleur. Uh, welke ploeg is dan ook alweer? Ja, Helpt mij ja, moet je niet vragen. Telecom, <laughs> telecom, hè. Als is ik telecom. Dat Voor jou is het, denk ik, je eerste grote... Internationale rol in een internationale film? Dat ik in een internationale film wel, ja, ja absoluut. Een uh, dream come true dan ook? Ja, op zich. We staan op een set en daar is een camera bij en daar is een, een geluidsekeeper <laughs> ja. bij. Dus het voelt nog steeds hetzelfde aan. Maar het is wel fantastisch dat we omringd zijn door mensen van een andere nationaliteit. En Ian Glen, natuurlijk, was dan voor ons het soort van. het, het epische beeld van. Grote internationale ster, Ian Glen die, uh, denk negen seizoenen in Game of Thrones heeft meegespeeld. Hij kende dat niet, blijkbaar. Of, ik heb het, ik heb Mateo het wel. Ik kende het, ken het niet. Ik nee. kende er niet. Nee. En, um, en dat is een fantastische gast. Extreem veel ervaring, extreem veel rust ook op de set. En, um, en ik denk het soort man dat ik eigenlijk wel binnen twintig jaar zou willen zijn ook. Ja. Heb uh. je de hoop dat dit deuren gaat openen? Ja, ik denk dat je als Vlaming. Toch heel veel Vlaamse acteurs staan echt met de voeten op de grond. En, en, en je doet iets en je hoopt dat dat wel een bepaalde deur kan openen, maar niet per se beginnen zweven. Um, ik ben nu al 15 jaar bezig en ik heb al dingen meegemaakt waarvan ik dacht: hoe kan dit? Uh, ook soms gewoon, gewoon dingen die tegenzitten. Je verwacht iets en dat, en dat gebeurt niet. En soms gebeuren dingen onverwacht. Um, dit kwam er heel onverwacht, uh, de vraag om, om die auditie te gaan doen. En dan een week later heb je de rol. Soms ben je maanden bezig om iets te onderhandelen of ja. iets voor te bereiden. Je hebt blijkbaar toch wel een Engelse agent. Of je ik had heb die een Engelse al. En had die een of? Ja, Ik had die al. Ja, dus en ik heb dus ook het is een management. de ambitie management. om ooit ja, ik ben buiten er al... Vlaanderen en Nederland te breken. Ik heb de ambitie om gewoon overal ter wereld goede projecten mee ja. te doen. En, en het is, het, je mag dat durven zeggen ook, denk ik. En, um, en ik beheers de Engelse taal, de Franse taal. En, um, en Vlaanderen heeft gewoon veel goede acteurs. Dus, dus we moeten echt uh, wel, wel durven zeggen dat we dat doen. Dit is opgenomen, neem ik aan. Hè? Pre-corona, ja, ja. is er nu dan voldoende werk? Ik, ben, ik mag me gelukkig, gelukkig prijzen dat ik aan het werk ben. Ik, ik ben voor een reeks voor de VRT bezig. Ik mag er nog niet te veel over verklappen. Wat ga je doen? Uh, onder, We zijn een VRT-programma. Ik ben, 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 ben onder vuur aan het maken. Dus, uh, dat is een reeks die zich afspeelt in Oostende over een, een brandweerkorps, geproduceerd door Geronimo. En we hebben een fantastische cast. Uh, en, ik mag en dat gaat zijn, ook ja. met deze tijden, ja. Maar ja, kan um, ook goed wij, geacteerd wij, worden? Ja, absoluut. Ik hoop het toch. <laughs> um, maar we spelen momenteel eigenlijk een beetje de meer intieme zijn. Dus met maximaal twee of drie acteurs. Moet uh, je dan af en toe getest is, worden? Iedereen is getest wekelijks. Ja, ja een beetje ja. zoals een dus sportman. We blijven een beetje in die, uh, in die groepjes van, ja. van acteurs. En we gaan naar huis. En dan als je een week met die bepaalde acteur speelt. Dan blijft je effectief thuis en gaat er niks anders gaan doen. Waar komt hij overal uit? We gaan morgen in première op de muur van Gerasbergen. Ah, een ja, kijk, voilà, geweldige ja. plek. Een drive-in ja, drive première en dan gaat hij woensdag in de zalen zijn. Ja. Dus ik, ik zou echt hopen dat iedereen komt, ja, komt in, kijken. In hoeveel landen komt hij uit? Uh, is er aan Amerika verkocht, Duitsland, Frankrijk en ik denk wel nog meerdere, maar ik weet niet exact hoeveel. Maar natuurlijk hier bij ons wel met het mondmasker aan. Hè? Ja, maar dat geeft niet. Ik bedoel, nee? Vla Vlamingen hebben de liefde voor de koers. Uh, Matteo zit erin, uh, Ian Glenn speelt mee en ik mag ook mee ja, doen. Dus eigenlijk wie? <laughs> dus, uh, de, de echte kijken. koers op televisiebeus en Vive Le Velo, moet gewoon naar de racer gaan kijken. Dat is Alles kijken: de boodschap. Ja. Louis Talpe, hartelijk dank om dank het te komen vanochtend. Dank je wel. En dit was hem dan meteen, de eerste van het nieuwe seizoen, met veel politiek nieuws uiteraard. En dat zal allicht volgend weekend niet anders zijn. Ja, en we openden vandaag alvast met Conor Rousseau en Bart Wever, die scherp waren voor elkaar. En onze verre windij die begeleidde hen naar de exit, letterlijk, niet figuurlijk, en polsten nog eens naar hun vriendschapsband. Ja, en wat ons betreft, tot volgende week. U was blijkbaar nooit matig eens met Bart de Wever. Ja, het is wat je matekens noemt, maar je moet altijd respect hebben voor je collega's en er is dus wederzijds respect. Ik loop nog even mee met u naar de uitgang. Ja, ook bij mij kunnen meelopen naar de plaats wel zo ontspint. Uh, dat kunnen we ook doen, zeker. Dat zou nog beter zijn. We zullen daar naartoe gaan, maar eerst een vraagje. Ik kon er zo, wil well, blijkbaar uw matekens dan toch niet zijn. Heeft u zich daarin vergist? Hij heeft gezegd dat hij mijn maatje nooit is geweest. Uh, ja, ik neem van achter. En mag Herbert uh, Lachert wel uw matige worden? Well, Laten we ook zeggen dat daar ook uh, zeer veel wederzijds respect is. Maar ik kies mijn matekes uh, vooral waarschijnlijk buiten de politiek. Heeft u dan ook wel maatjes in de politiek? Als je een maatje in de politiek zoekt, dan moet je een hond kopen. Daar zet je rug op.